Onze gast van vandaag is de Nicolas Cage van de Belgische podcast scene. Je vindt hem tegenwoordig overal. Van de grootste uitvoering op tv of aan tafel met een comedian van nationaal allure tot een B-uitvoering zoals 90 Minutes, zoals Movecast. Hij telt 5 broers en 3 zussen, adopteerde ooit een straathond uit Portugal en noemde hem Robbie. 4 jaar lang leerde hij een hoop jonge OHL'ers voetballen, maar uiteindelijk zal hij in de voetsporen van zijn vader treden en het medialandschap induiken. En ja, zelfs een stukje hervormen. Met een flinke dosis ondernemerschap en een goede partner, Jacob Nijs, richtte hij de Sporthouse Group op, een project dat de begeleiding van professionele atleten en contentmanagement van clubs en organisaties verzorgt, waaronder Nike, RSC Anderlecht, Telenet Play Sports, Flanders Classics en een schimmig clubje uit de polders, wiens naam we niet gaan vermelden. Ligt het aan zijn business skills of aan zijn charmes? Daar durven wij niet op antwoorden, maar onze gast mag wel enkele rode duivels, ex-rode duivels en andere potentiële rode duivels tot zijn persoonlijke vriendenkring rekenen. En tegen zijn nichtje Kat kan hij ook maar beter lief blijven voor Dries de hele kleedkamer tegen hem opzet. Sinds hij in 2018 de aftrap gaf van podcast-bestseller Mid-Mid samen met zijn boezemvriend Evert Winkelmans, en mag ik dat hier meteen tegenspreken als het niet waar is? Het is niet waar. Is er echter weinig ruimte meer voor zijn paarswitte gevoelens, hebben wij gemerkt. Want terwijl zijn trawant geen seconde onbenut laat om de loftrompet te steken over Malinois, houdt onze gast wel de kerk in het midden en dient hij het algemene doel. Met Wesley Hood op bezoek koos hij voor de bloemen in plaats van de zweep en in 90 Minutes, een Sportza-podcast, moet hij zich altijd inhouden, want daar heeft hij met Steven de Voer iemand naast zich waarvan iemand echt weet of de herinnering aan Anderlecht hem weemoed dan wel instant trauma's zouden ontlokken. En je hart luchten in de show, welcome to the AA, op de schoot bij Alex Agnew, dat zat er ook niet meteen in. Die heeft volgens ons zowat evenveel met origami als met voetbal. Nee, deze man moet al dan niet op doktersvoorschrift eens dringend ongeremd over Anderlecht kunnen babbelen en wij gaan hem daarbij helpen. Welkom, Sam Kerkhoffs. Mai, lang. Te lang, ja. En verschiet van de research. Veel kennis, hè. Ja, want ik moet veel research doen over gasten en dat zijn dan profvoetballers of ex-profvoetballers, daar valt wat over te vinden, maar over mij... Je hebt zelfs geen Wikipedia-pagina. Nee, uiteraard niet. Of dat je die Mid-Mid heeft er wel een. Daar was ik al heel fier op. Dat is waar, die hebben we gevonden. Maar we hadden toch verwacht dat iemand van u al... Nee, dat zou ik raar vinden. Moest ik Wikipedia hebben eigenlijk. Misschien moeten wij die hebben. Jij zou daar gemakkelijk aan kunnen beginnen, denk ik. Ja, dus maar eigenlijk is dat niet. Waar heb je dat zo van mijn vader? Zo, waar heb je dat allemaal gevonden? Ah, dat is zeker een bron die prijsgeven. Ja, je hebt wel bronnen dan toch? Een paar bronnen. Dat is niet iets wat ik normaal gezien... Er is gezegd, heb denk maar ik. Maar... Een van de bronnen die we hebben aangeboord, die niet succesvol was, die kan ik u wel al even prijsgeven, dat was Evert Winkelmans. Die hebben we via Instagram benaderd. Ik heb hem uitgelegd dat we anekdotes zochten over u, een toffe lied of een fijne vraag. Ik kreeg een hartje terug. Ik heb hem gezegd dat het geen 1 april grap was. En ik kreeg er is een reden waarom ik de vragen stel en hij niet. Goede vragen bedenken, dat kan hem niet. All right. Je had een keer volledig mogen laten gaan, zijn een keer echt Anderlecht. Ja. Hoe voelt dat? Ja, dat vond ik een raar punt. Maar als jullie dat zo ervaren, dan zal dat wel kloppen dat ik mij zou inhouden. In Mid-Mid ben ik afhankelijk van mijn gast. En is het niet de bedoeling, als daar iemand zit die ik als voetbalfan niet per se leuk vind, daar sta af te breken of daar echt ongevuld mijn mening aan te zeggen. In 90 Minutes denk ik dat ik over Anderlecht... Nee, dat was kwaad. Maar het is vooral, wat ons vooral opvalt, dat is eigenlijk dat als je samen met Evert die laat, ja, die gebruikt elke seconde om KVM-promo-campagnes te lanceren natuurlijk. Ja. Hij is iets meer op de vlakte, laten we een beetje... Ja, aan hem zie je meer dat hem een KVM-fan is. Ja, ik denk het wel. Ja, een RSC-supporter. Ja, dat kan. Misschien moet je een paar zeggen. Dan vind ik dat absoluut een werkpunt eigenlijk. Zo vind ik ook wel. Ja. Want ik probeer dat zeker, maar hij overdrijft. Ja. Met over KV. Zo kunnen we het ook zien. Ja, het begint soms wat irritant te worden. Maar ik heb liever een 2-2 dan een 0-0, dus misschien gewoon step-up. Ja, maar de matchen tegen KV sinds we de podcast doen, hebben we er geen enkele verloren, dus ik laat hem maar wat doen. Oh, zo schattig. We geven hem dan. Ja. Oké, is goed. Je bent afgelopen week naar Baby Ciro geweest. Hoe was het? Goed, super flinke baby. Ja. Ja. En hoe is het bij de familie Mertens? Goed, ik heb gezegd, die weent dus niet. Echt, ik denk dat hij zo 10-15 keer op een dag een keer doet. Dus ik zeg daarop van, amai, super flink.
En Dries zei meteen, zo al dat gejengel. Ik zeg maar, hey, dat is een baby. We zoeken dan op. Normaal weet een baby 2,5 uur per dag. En we hebben dan de volgende dag de test gedaan en hij 17 minuten. Dat is een hele flinke. En als de papa daar zo streng op gaat zijn, dan denk ik dat Chiro Mertens hier een beetje verder een paar gewonnen gaan maken binnenkort. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Als dat in zijn DNA zit, hè? Ja, dan... We hebben hem, alleen mijn vriendin en ik hebben toen, dat ze zwanger waren, hebben we hem zijn eerste Anderlecht shirt gegeven. Maar dat zijn, je zet er vragen voor. Zo gaat dat bij het podcast, professionele geen keuze. Heb je een match kunnen meepikken? Nee, dat was de wedstrijd, dat is weer typisch Italië. Die verzetten die een week op voorhand maar. Okay. En die werd verzet naar maandag. Okay. Dus, prioriteiten. Ja. De bekerfinale ging voor. Ciro is wel al in het stadion geweest, denk ik. Ja, twee keer nu. Ja, ja, maar dat is een goal. En hij heeft nu ook de eerste match van zijn ploeg, Anderlecht, hebben ze verloren. Dus. Allee. Ja. De bekerfinale. We gaan daar gewoon 2 seconden over hebben. Sorry voor het totale gebrek aan een brugje. Maar ik haat brugjes. Ik wil hier gewoon even vanaf van die bekerfinale. Sam, wat heeft u het meest gestoord? En je mag het stadion ook vernoemen. Ja, ik denk dat het stadion sowieso. Ja. Zonder twijfel, voor de rest vond ik het echt eigenlijk een hele, hele toffe dag. Los van de anticlimax, wat er natuurlijk wel mede dag bepaalt. Maar ik had ook het gevoel, Anderlecht-fans hadden er allemaal zin in. Iedereen was excited dat er nog eens een match was met spanning op. Iedereen ging ook uit de bol. We waren niet, wat we dan vaak als verwijt krijgen van fans van andere ploegen, dat we de strenge, zakelijke fans zijn. Nee, iedereen was echt wel erin aan het vliegen. Het was feest voor iedereen. Van het moment dat ik aan Van erop aankwam, wat denk ik 2 uur voor de match was, absurd goede sfeer, naar het stadion ook. Iedereen was echt klaar. Wat er ook gebeurt, we gaan de ploeg aanmoedigen. Hebben ze ook gedaan, vind ik. En... Je hebt ook echt in de sfeer gezeten, hè? Want je was in de fanvillage. Je ook... Ja, ik ben dan zelfs per ongeluk bijna helemaal tot aan T2 meegestapt, terwijl ik eigenlijk in T1 moest zitten, maar ik had niet door, omdat ik zo werd meegezogen door het zingen en het vieren. En vervolgens gaan aanschuiven. En dan moet je zo tegen de stroming in, ja, zo'n beetje gênant. En dan naar de T1. En toen kwamen de gates. Hè? Ja, de gates is... Heizelgate, het schandaal Heizelgate. Ja. 45 minuten aanschuiftijd gemiddeld, denk ik. Ja, dat was ongelooflijk. Hè? We hebben net allemaal waanzin kunnen zien dat de organisatie er goed naast En dan nog eens 45 minuten. Ja, de organisatie, ik denk dat het vooral ook de infrastructuur is. Ja, kan goed zijn. Hè? Dat stadion is daar niet voor gemaakt. Dat is ongelooflijk. Je komt van zo'n fandorp. En ja, ik denk dat iedereen bijna op hetzelfde moment op dat fandorp vertrok, want iedereen wou zo lang mogelijk in dat fandorp zijn. Dus iedereen gaat op hetzelfde moment naar dat stadion. En dat stadion krijgt dat niet verwerkt, dat iedereen op hetzelfde moment komt. Dus voor zo'n dingen, de infrastructuur is echt... Ik vind het vooral erg dat we ons verdriet niet konden verdrinken nadien, want ik denk een half uur na de wedstrijd... Was de fanvillage compleet weg. Dat probleem had ik deze keer niet, want ik wist sowieso dat ik nog 90 minuten moest opnemen, winnen of verliezen. Dus ik was dat laatste half uur naar het water gegaan. En zoveel water moet ik ook niet drinken. Pinten gaan drinken bij Astra. Nee, het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Nee. Voilà, ik verdenk hem van wat... Ja? Ja. Ik ben Sven en ik neem niet alleen op. Ik doe dat samen met mijn compaan Geoffrey de Donder. Koop en ooit van Movecast, geschreven zoals de minister... Dag Geoff, alles oké? Dag Sven, ja, blij die eerste aflevering samen met u in som te kunnen draaien. Dus met de stress? Ik heb wel een beetje stress. Hè. Ja, ik heb een paar ervaringen gehad met de Franstalige gedeelte van de Movecast, dus voelt nog goed mee. Ik heb het wel lastig gedaan door eerst al een gesprek te doen en dan pas welkom iedereen. Ja. Voilà, dat is al professioneel, hè? Dat is wel goed, hè? Die complimenten zien ze komen. Alright. We gaan een metertje zetten zo. Ik vind het vanaf een bepaald niveau. Nu dat je dat gezegd hebt, blijft het de 1. Ja, shit. jinx. Geoff is de eerste van onze nieuwe podcast, zoals je ook zelf al zei. Ik zou je moeten voorstellen, maar ik heb Sam al voorgesteld en ik had geen goesting. Heb je niet zo'n grote intro voor mij dan voor Sam? Nee, maar kijk, we gaan... Had je Wikipedia? Ik heb Wikipedia niet gevonden. Nee, ik ga je ook geen schrijven, dat kan ik je aan de dag schrijven. Maar we gaan het anders doen op zijn cv's. Voilà. Kom eens op sollicitatiegesprek, Geoff is eronder. Ja. 3 slechte eigenschappen en 1 goeie. Ik ga... Ja, 3 slechte. Ah ja. Zijn er al een paar. Ik zal, we zullen het omdraaien. Ik zal de slechtste al meegeven. Ik ben eigenlijk eerst een Barça supporter geweest en daarna een Anderlecht supporter. Ik zal dat even uitleggen. Jaren 90 ging ik elk jaar met vakantie naar Spanje, verliefd geworden op
stad Barcelona. Match gaan meepikken, tijden van Rivaldo, Saviola, eind jaren 90, met Kluivert. En gewoon verliefd op het mooie voetbal van Barcelona. En dan ben ik op zoek gegaan naar het mooie voetbal in België. Of dus hier op de Astridpark, op Anderlecht. En dus daarom ben ik ook een grote supporter van Anderlecht geworden. En ja, drie goeie, dat ga ik aan jullie laten. Dat zullen ze wel kunnen ondervinden. Geef ons een maand. Zou moeten lukken. Zou moeten lukken. Reageer in de comment. Is dat een goeie dat ik water drink? Of is dat misschien juist een slecht? Maar ja, je stem verraadt dat je niet elke dag water drinkt. Ja, de bekerfinale laat zich nog horen. Ben je de man van 1001 beroepen en nog meer sollicitatiegesprekken? Nee. Ik denk dat onze gast dat zeker niet is. Ik denk dat er al veel op sollicitatiegesprek gegaan zijn bij hem. Maar ik denk niet dat je er zelf al veel hebt moeten doen. Nog nooit, eigenlijk. Mm. Maar ja, elke pitch of elke ding is wel een vorm van, maar dan voor je bedrijf, niet voor jezelf. Maar dan gaan we dat nu eens doen, hè, in primeur. Okay. Mag ik eerst eens de host zich laten voorstellen aan iedereen? Want ja. Dat vergeet je misschien juist. Gijsven, zeg eens. Wat kan ik over mezelf vertellen? Als je mij van op een afstand ziet, zou je zeggen, het is nu 14. Kei professioneel. Dat is onze professionele podcaster, dames en heren. Schoolmannen. Goed gelijk. Nee, kom, ik ga van de slag, ga ik het ook doen. Zo. Moet toch kunnen? Ik vind, wie een podcast opzet, en zeker al een andere podcast, neem er je tijd ook voor. Zeker, natuurlijk. Voilà. Dus wat ik kan zeggen, van op een afstand zou je zeggen dat ik nu 14 ben. En ik denk als je van dichtbij komt, zou je eerder zeggen een veteraan. Dus misschien is dat dan genoeg als voorstelling. Welkom proficiat, jongens. Ik wil even podcast-initiatief. Altijd leuk. Dank je. Dus proficiat. We zijn er al een paar, maar zoals iedereen denken wij dat wij uniek zijn. Ja. En dus gaan we ervoor. Ja, ik denk ook dat wij de eerste zijn die dan mogen verwelkomen. Zo ook een primeur. Voilà. Ik vergeet alle vorige keren dat ik in een podcast te gast ben geweest. Voilà. Dit is de eerste. Ik weet al een keiveel podcast geweest. Dat was hem. Onze Franstalige luisteraars die kennen het recept al. Wij beginnen eigenlijk elke keer met een icebreaker. We doen dat in een soort van ronde waarin we een paar dilemma's op u gaan afvuren, op onze gast. We hopen dan dat je kort en bondig gaat antwoorden. Dus geen uitleg? Geen uitleg. Jokers zijn toegestaan, maar niet cool. Snap ik. Handsmatig, ja. Ze kunnen misschien beter... Ja, ik zal direct de eerste vraag stellen. Een vlam ingeven, hè. Ja. Wie had je het liefst geïnterviewd? Louis van Gaal of Mourinho? Louis van Gaal. Oké. En wie zie het verste gaan of het grootste carrière hebben? Verscharen, Doku of Sambi? Sambi. Dat is verrassend. Praten over Anderlecht ontlokt bij Steven de Voer weemoed, onverwerkte trauma's of eigenlijk gewoon helemaal niks? Eigenlijk gewoon helemaal niks. Maar eigenlijk is het weinig en niet niets. Ah, oké. Okay. Ja. Deze nuance mocht wel. Voilà. Maar ik wil hem ook niet... Wanneer krijgen we Vincent van Kompany te zien in Mid-Mid? Tijdens of na zijn passage als T1 bij Paarswit? Hangt van de zomer af. Ik denk tijdens. Tijdens. Is Dries Mertens ooit rancuneus geweest tegenover Anderlecht dat hem daardoor verwezen is? Voor zover ik weet, geen seconde. Oké. En droomde de jonge Sam Kerkhoffs eerder van voetballen of van micro's en camera's? Micro's en camera's, altijd. Van jongs af aan? Jongs af aan. Ik had vroeger zelfs een studio nagebouwd. Echt? Ja. En ook zo de verschillende settings. Dus ik had een tafel waar ik met mijn beste vriend dan iets deed. En dan gingen we naar het raam, want het gaat zo van boven. Ja. Het veld achter zit en de tuin was dan achter me. Dan daar en dan naar het veld en dan shotte hij en gaf ik commentaar. Schitterend, hè? Dus ik heb dat altijd gehad. Krantjes maken, programma's zogezegd maken. Altijd eerder dan zelf shotten. Was dat echt een invloed van je vader? Ja? Misschien onrechtstreeks, sowieso. Ja. Ik ging wel... Al van jongs af aan mee naar voetbalmatchen, toen zij dat capteerde. Dus ja, uiteraard, uw vader is ook altijd uw grote held, denk ik, zeker als jongen, als je opgroeit. Dus dat zal zeker in bloed gaan hebben. Alright. Als het van Sam Kerkhoffs afhangt, spelen we dan straks met 18, 16 of 2x12 ploegen op het hoogste niveau? 16.
En tot slot, welke rode duivel geboren in Leuven zien we ooit nog in een Anderlecht shirt aan het werk? Dennis Praat. Alright. Want je had eigenlijk 3 keuzes. Wacht, hè. Wie was een derde? Odoi. Ah ja. Nee. Ja, dat zal er niet meer van komen. Dennis Praat. Mag ik één uitleg vragen? Ah, ja. We hebben tijd. Mocht je heel graag eens willen. Waarom Sambi en niet Doku? Blessuregevoeligheid, vrees ik. Ik denk dat de enigste reden is. Hè. Moest zijn lichaam het toestaan om heel zijn carrière fit te blijven, dan denk ik dat er geen twijfel over is. Maar ik vrees daarvoor. Ja, Sambi heeft al een zware blessure gehad ook. Maar, Dat zal het bij Arsenal zijn. Dat is ook nog een vraag natuurlijk. Ja. Maar het probleem, denk ik ook bij Doku, als ik daarop mag, bij Sambi, is gewoon of hij het gaat waarmaken al bij een zo grote ploeg. Hè. Doku kan ook stappen zetten. Ja, erin, en hij heeft de verwachtingen ook niet dat... Sambi zit al bij een grote ploeg, dus hij moet het eigenlijk nu al tegen de beste doen. En hij viel eigenlijk niet uit een toe. Hoeveel matchen denk je dat Doku minder gespeeld heeft dan Sambi? Minder? Ja, ik denk dat je over veel minder spreekt. Hè. Ja. Ja, dat is ook een groot probleem. Dus dat hij nog die tussenstap... Ik denk dat 2 maanden geleden was dat ik zag evenveel matchen voor Rennes dan voor Anderlecht. Ja. Ja, hij heeft amper gespeeld en het opzoeken. Ja. Die heeft amper matchen voor Anderlecht gespeeld. Hè. Dat is de tragedie dat we die zo vroeg moeten verkopen. Maar ja, die heeft er dus nu pas in, wat gaat hij, 2 jaar dan? Ja, en ik moet wel zeggen, de impact die hem daarin heeft nagelaten, die was er natuurlijk wel tot oktober gespeeld, want dat was een hele rare transferwindow, corona-transferwindow. En het heeft tot februari geduurd dat we zijn statistieken hebben bijgehaald met iemand van de rest van de ploeg. Dat was dan, denk ik, assist plus goals, de combi. Dus ja, qua talent. Doku is ook zo blessuregevoelig door zijn... Door de type speler dat er misgegaan, denk ik. Er is geen twijfel over wie het meest talent heeft. Nee, dat was de vraag niet. Nee. Want ik weet dat bij de Rode Duivels, dat er heel veel Rode Duivels de eerste keer dat erbij was, wat echt redelijk vroeg was ook al. Ja. Doku. Echt mond open zat te kijken van wow. Gastje heeft amper matchen gespeeld en komt hier even zonder bravoure meeschotten. Zit er een verscharen believer? Hangt er vanaf tot op welk niveau je denkt. De absolute top. En dan wil ik niet Kevin De Bruyne, maar de categorie daaronder, niet. Nee. Nee. Tielemans dus, dat niveau ook. Tielemans gaat verder geraken in mijn ogen. Ja. Ja. Misschien dat Verscharen kan komen tot het niveau waar Tielemans nu zit. Als alles mee zit. Ja. Maar ik denk het eigenlijk zelfs niet. Hmm. Een belangrijke indicatie in die dingen vind ik altijd in de Belgische competitie de topmatchen. Je moet eens kijken naar al die mannen die nu de Gouden Lichting waren van de Rode Duivels, de Companies, de Bruines, Courtois, zelfs Witzels, als we er eerlijk over zijn, in de topmatchen, die waren er altijd. Ja. Nooit belen die. Kevin De Bruyne heeft de helft van zijn golen voor Genk in toppers gemaakt. Hattricks, 2 golen tegen Gent, tegen Brugge. Hier op Anderlecht met Benteke, dat we staande ovatie geven. Die echte toppers die zijn daar altijd. En ik heb dat gevoel bij hem... Te weinig. Ja, nee. Maar, ik volg je daar ook in. Ja, ik vergelijk hem echt met een type Praat, eigenlijk. Ja, ik heb die discussie al eens in 90 Minutes gehad. Ik vind dat die vergelijking misschien nu meer, maar destijds niet... Mm-hmm. Ik schat Praat hoger in. Maar ik ben daar wel subjectief in, moet ik ook eerlijk zijn. Ik ben een grote fan ook. Ik vind dat die Wonder Gouden Schoen, toen hij in Anderlecht zijn eerste 4-5 maanden, weet ik dat hij 2 of 3 keer speler van de maand van de ploeg was geworden. Die was zo goed. Met een veel betere ploeg. Hè. Bigli en Kleestan van achter en Mbokani of wie was het van voor. Dus iets gemakkelijker spelen. Maar met meer concurrentie. Ook. Dus. Ook. We gaan het eerste rubriekje eens aanboren. We gaan eerst stilstaan bij het onderwerp de media. Voor mij ben je de interviewer met de kortste vragen die daarmee de gekste antwoorden kan afdwingen. Vertel een keer over je zotste moment in je mid-carrière en waarom was het met Glenn Verbouwen? Glenn Verbouwen is ondertussen al 2 keer meer dan 2 uur zot geweest. Ik weet nog heel goed, Glenn was is de ideale podcastgast in het algemeen. Voor sommige mensen, want ik weet dat er ook heel veel, er is een groot deel dat... geen fan is van Verbouwheden in een podcast. En ik had eigenlijk een weddenschap met mijn beste vriend. Het ging daarover en die zei, die krijg je nooit geregeld. En vanaf dan
vol daarvoor gegaan en zijn nummer en zitten tweeten. Wie heeft zijn nummer? Een beetje gênant eigenlijk zelfs. En twee nummers gekregen, die werkten dan niet. Op een gegeven moment, iemand, wie is namelijk niet gaan noemen, die met hem gespeeld heeft, zegt, je hebt het niet van mij, maar hier is zijn nummer. En ik bel hem. En eigenlijk hadden we redelijk snel een klik en hebben we al een podcast opgenomen, nog voor de podcast, gewoon puur op telefoon. En ja, ik was in mijn auto, want ik was aan het laden toen, 2 uur geduurd. Ik was zo moe, van hak op de tak, van alleen maar anekdotes aan het vertellen, namen. Ik had denk was, ik had mijn research natuurlijk nog niet gedaan, ik was gewoon aan het bellen. Dus toen wist ik, wow, dit gaat wel eens zot worden. En vanaf dan, één moment, ja, heeft er nog verhalen verteld tussen de twee podcasts. Tussen het telefoongesprek en de eerste opname, die hem dan niet wou zeggen in de podcast, wat ik begreep, want er waren bepaalde mensen die je voor de bus gooiden. En als hij dan een tweede keer terugkwam, vertelde hij die verhalen gewoon wel. Gewoon dan dacht ik, ja, oké. Je hebt zelfs niet moeten vragen, dat kwam gewoon. Dat kwam echt gewoon. Maar ik snap dat je ziet dat, als een type, dat iedereen zo... Maar ik zou een Anderlecht supporter zijn, maar je hoort toch gewoon graag naar de praten. Dat is toch, ja, maar het ding is... Je hoort heel veel en heel veel mensen hebben gereageerd, dat kan niet waar zijn. En zo een anekdote eruit pakken, dat kan niet waar zijn. Ik heb ondertussen al veel van de mensen die in de verhalen betrokken waren, die te gast zijn geweest. Sommige dingen zijn lichtjes aangedikt, zoals ik dat ook zou doen, zoals iedereen wel zijn verhaal een beetje aandikt. Maar de bottom line is echt wel dat het allemaal wel waar gebeurd is. Uiteraard van die dingen in Zuid-Afrika was ik niet bij, maar... Ja, de rest heb ik gewoon al bevestigd gekregen. Ja, hij zegt dat het de antipode van voetbalpraat eigenlijk. Hè? Ja, de voetballers die hebben zo. Ze weten altijd wat ze mogen zeggen, wat ze vooral niet mogen zeggen. En hij zegt gewoon alles. Maar en hij heeft zo de omerta binnen de wereld van... Ja. Daar trekken zich weinig van aan. Schitterend. Mooi zo. Ik heb dan ondertussen opgezocht. Doku op zijn 19e, 90 profmatch op het hoogste niveau. Lokonga op zijn 22e, 100. Ja, het verschil is niet zo groot. Amai, verschiet ik van. Die heeft in de beginperiode met Ren heeft hij wel veel gebold, maar dan heeft hij echt een dikke blessure gepakt. Amai, nee, verschiet ik wel echt van. Maar voorlopig bij Ren, toch op 42 matchen in die. Ja, maar veel als invaller. Ja. 2 jaar ook. Je zou eigenlijk de minuten eens moeten bezien, maar dat gaat ons misschien... Oké, maar dan ben ik mis. Naast Mid heeft Friends of Sports ook nog een aantal andere podcasts die jullie hebben gelanceerd natuurlijk, die ook andere competities, andere sporten volgen, zoals het weinig aan de verbeelding overlatende op zijn bakkes. Bijvoorbeeld een podcast met fotoexpert Pedro Elias. Hoe is het om met zo'n mensen samen te werken en hoe kom je bij Pedro Elias uit? Woestijn is personeelsfeestje. Nee, eigenlijk begint het vroeger. Katje voor de Sfeer was het programma dat Katje ging maken voor 4. En die zei eigenlijk van, ja, ik wil dat met productiehuis van mijn neef doen. Ik zat toen met Mid vast, dus dat waren mensen van ons die dat deden. En Pedro is met haar naar Sint-Petersburg gegaan en die heeft zo achteraf een heel loose bonnetje binnengebracht van een taxirit. En ik zei, ja, oké, ik wil dat betalen, maar dan gaat er wel eens langskomen. Maar dat was zo langs de telefoon, dus ik had hem nog niet gezien. En dan heel toevallig bij het Woestijnvis, de drink nadat net corona, ik denk de eerste keer zo dat gedaan was, dus dat we terug mochten gaan. Ik ga een pint bestellen en ik had niet eens gezien dat hij het was. Ik ga naast hem zitten en ik draai me om met die pint om te draaien. En ik kijk naar hem en ik knik zo en hij zegt meteen, ja, ik weet het, ik moet komen. Dus ik had het zelf al vergeten. En ik zei, dus ik zie je subiet. En dan denk ik dat we echt 2 uur buiten pinten en sigaretten over Barcelona hebben zitten praten, terwijl ik ben geen fan. En toen dacht ik, ja man... Hij is echt een grote fan, normaal. Dat is niet normaal. Maar ik denk dat hij echt, dat meen ik, hè, het is niet overdreven, ik denk dat hij elke letter dat er in de Spaanse media komt, leest. Hij heeft ook een WhatsApp-groep gemaakt, waar ik in zit met Robin Pront, waar dagelijks dingen, maar zo Prins Greens, maar dat is in Spaans, ik kan totaal geen Spaans. Ik kan zo uit de titel zo wat opmaken wat hem bedoelt, maar... Ja, en van voetbaltechnische tot de kleur van onderbroek van speler X en Y, ik vind dat wel... Weet alles, maar die weet niks over andere ploegen. Hè? Nee. Dat is ook het... Ik vind dat mooi, hè. Die vraagt die niet om 6 spelers van Anderlecht op te noemen, want ik denk niet dat het kan hebben, bijvoorbeeld. Dus dat doet me een beetje denken aan wat dat Company... Verbeken heeft dat eigenlijk gelost over Company, een gesprek tussen hun twee. Company zal tegen hem gezegd hebben, Peter, we zijn echt stom aan het worden. We zijn hier de godganse dagen over Anderlecht en over voetbal aan het leren, aan het lezen, aan het doen. En we lezen... Het nieuws niet meer, we worden dom. Ik vind dat mooi. Daarin opgaan en gewoon alles geven. En...
Ik vind dat Pedro dat ook wel uitstraalt eigenlijk, als hem in een podcast zit. Zijn dat trouwens allemaal San Kerkhoffs uitvindingen, al die podcasts? Of zijn... hoe ontstaat zoiets? Uitvindingen klinkt misschien wel te groot, maar min of meer wel, ja. Het ontstaat allemaal vanuit enthousiasme en juist de mensen zoeken, een paar gesprekken mee aangaan en voelen, ja, dat zit erin of dat zit er niet in, en dan gaan. En is dat dan iemand dat u contacteert en zegt, hé, ik heb dit in mijn gedachten? Ik ga me even vragen, wie heeft... Ik denk het niet. Ik denk dat het allemaal van een, bij ons, of van bij mij dan begonnen is. Alleen de presentator nu van Vals Plat, Sander, die is zelf naar ons gekomen van, zeg, ik zou dat wel zien zitten om dat te presenteren. Ja. En je hebt nu ook een nieuwe gelanceerd voor de Flames. Dat is Oost voor Play Sports, ja. Maar die gaat eigenlijk al terug weg. Ai. Ja. Oh, ai. Ja, oké. Okay. Het is wat het is. Het is wat het is. Blijkbaar is iets met die rechten of zo, die uitmatchen van, zitten jullie toch niet bij hun? Of... Oké. Okay. Ik weet nu niet of ik er in de primeur gezegd heb, maar... De eerste primeur. We doen een scoop. Voilà, scoop. Ik heb wel nog een scoop. We lanceren wel zondag nieuwe. Ah. Café Eerste Klas tijdens de playoffs, altijd op zondag. En één midweek speeldag is er, dan is het op donderdag. Een half uurtje maar, zonder mij. Een Fenzo Sports voetbalpodcast zonder mij. En heel kort Actua. En wie mogen we daar dan wel in verwachten? Joris Brijs gaat presenteren. Evert gaat er zo goed als iedere keer in zitten. En dan de eerste aflevering zijn met Janko en Gilles. Dus Janko van Shotcast, Gilles van Koelkast. Dan de tweede is Jelle Tak en... ik weet niet van buiten, maar... Janko en veel commentatoren ook, veel jonge mensen. Niet te veel de normale, de usual suspects. Veel nieuwe mensen. Ik had een kleine vraag. Hoe gaan die... Is dat moeilijk om te onderhandelen om een speler van een bepaalde club erbij te hebben? Of... Dat is echt... Dat hangt echt af van ploeg tot ploeg. Hè. Er zijn misschien ploegen waar het gemakkelijker is. Ik ga zelfs eigenlijk nog zelden via ploegen. Uiteraard moet je altijd op een gegeven moment via de ploeg gaan. Maar daarvoor ga ik eigenlijk zelden via ploegen. Okay. Ik heb volgende week, komt er weer een scoop dan. komt er echt een ander echt legend. En daar heb ik echt, denk 3-4 weken voor zitten lobbyen via. En sturen en bellen en volhouden. En die zullen we dan over scoopen. Ja. Tipje van de sluier misschien? Alleen een tipje. Nog niet. Nog niet. Meerdere gouden schoenen. Ah, dat we kunnen er nog veel zijn. Het is ja, dus een vaag tipje, maar we gaan ervoor. En nu komt hij er niet. Je bent ook medeoprichter en CEO van Sporthuis Group. Als dat nog altijd zo is. Ja. Ik heb nog geen mail gekregen waarin dat niet staat. Oké, zo. Jullie doen daaraan begeleiding en content management van sporters en organisaties. Leg dat eens uit in rekentaal. Contentcreatie en social media accounts beheren voor atleten. Wat we een beetje teruggeschroefd hebben, maar wat in het begin eigenlijk onze core was. En nu voor eigenlijk alles van bedrijven, merken die willen sponsoren, noem maar alles wat met sport en content te maken heeft. Dus alles wat je online ziet van bijvoorbeeld een Play Sports, komt allemaal van onze hand. We hebben 3 mensen hier bij Anderlecht zitten ook. Ja. Move to Cure, alle koersen van de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem, noem maar op. Alles van de voetbalbond. Bij de voetbalbond zitten er 2 vast bij hun. En voor de rest ondersteunen wij die allemaal met contentcreatie. Dus Rode Duivels, Belofte, Vrouwen, noem maar op. De Score, Super League, al dat soort dingen. Alright, cool. En van atleten is het nog Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Dennis Praat, Leandro Tossaar. Master Shadley. Ja. Dat is ook nog bij, zeker. Ja. En Jasper Stuyven, lieve Maanschalk, zit die er nog bij? Ja, Jasper, niet helemaal, maar voor de speciale dingetjes. Er kan wel eens binnenkort weer een scoop. Was daar ergens een shoot over, dat kan binnenkort misschien groot nieuws zijn. Alright. Is voilà. Iemand aan het turven? Aan pas scoops dat weer aan het doen. Ja, amai. Maar je stelt zo goede vragen. Stel maar quick step. Alright. Ik vind dat wel... Dat is wel... Hier gaan we nog mee lachen. Ai. Oei. Oké, okay, zomaar. Ja. Ik heb niet gezegd dat zo is. Hè. Nee, dat is waar. Dat is waar. We gaan het even laten inzinken. Misschien toch een paar wielerfans aantrekken met onze podcast. Dat zou goed kunnen. Ja, het zijn wel een hele hoop verschillende atleten. Hè. Zo van een wielrenner naar een preventie en
iemand die in het medische zit, gelijk Lieve Maatschalk, naar dan weer een topvoetballer. Dat is content creation, maar dat lijkt mij toch... Dat gaat niet voor iedereen op dezelfde manier zijn. Hè. Wie, heb je daar dan zo... Ene persoon waarvan je zegt, dat is mijn creatief brein, die zorgt ervoor dat daar de juiste mensen op staan. Is dat iets dat je zelf doet? Of... Ja, de juiste mensen erop zetten, dat doe ik, ja. Ja. Dat is dan ook wel dat bij Friends of Sports is dat veel dingen... Ik maak het niet meer zelf. Het eerste jaar wel bijna allemaal, maar ik maak het niet meer zelf of zo. Gewoon de linken leggen, de mensen een beetje het plan of de visie uitstippelen en mee aan iedereen voorleggen en iedereen mee in hetzelfde verhaal trekken. Dat is eigenlijk nu nog mijn rol. Ja. Is echt sport als in het begin en ook met al die snippets. Ik denk, dat is allemaal gewist zijn. Ik hoop dat ook. Want als je dat zou terugzien nu, dan zie je echt wel het verschil tussen wat het nu is en wat het was toen ik het deed. Maar voor de rest, ja, juiste mensen, de juiste profielen zetten. En welke sporten ontbreken er nog aan het portfolio voor u? Wat zou je graag nog willen aanboren? Petanque. Tennissers, heb je dat? De Vries is een goede petanque, dat hebben we niet gehoord. Hè? Ja, Belgische tennissers is ook wel. Dat is het ding, hè. Ja, is wel wat moeilijker. Ja. Laat ons dan maar gewoon zeggen dat we het proberen hetzelfde te doen in het buitenland. Dat dat eerder een doel zou zijn dan nog er veel aan toevoegen. Dus toch een transfer naar het buitenland. Ambitieus. Ja, we hebben dat eigenlijk geprobeerd. Ik ging anderhalf jaar, denk ik, zeker één dag per week naar Amsterdam, op een afdeelde tijd. En dan, ik denk dat wij in maart 2020, wat het deal met twee bedrijven, waar we Sport als Amsterdam mee gingen oprichten, dan twee partners. En maart 2020 moesten we ons kapitaal storten en zaten we al 6 weken in lockdown. En was zo, ja, oei, hoe lang gaat dit nog duren? Want uiteindelijk zijn we er allemaal uitgeraakt, maar ik weet nog heel goed dat je toen wel even dacht, al die matches stoppen, al die dingen, het is nu totaal niet het moment om een sporthuis te lanceren. Je kunt geen meetings doen, er zijn geen sportevenementen. Ziggo, wat dan de Play Sports is, ja, die zenden ook niks meer uit. On hold gezet, dat heeft dan te lang geduurd. En dan is dat plan, momentum verloren. Dat is met verkocht geraakt en ik zou nu niet meer kunnen een dag per week weggaan, dus... Nou, even in de frigo. Alright. Maar uitstel is geen afstel. Nee, dat is waar. In het geval. Dat is waar. Ja. Die scène met Koeke Kaka, herinnert je dat nog? Is dat dan, dus voor de luisteraars en de kijkers, dat is een scène met Wouter van den Houten op het moment dat eigenlijk de club verkocht werd aan Mark Koeke. En die ging dan eigenlijk viraal met zo'n bordje waar dat op stond, Koeke Kaka, achter het glas. Dat was eigenlijk wel redelijk ludiek. Bij de ideale wereld was dat. Ja, bij de ideale wereld. Is dat het soort van content management dat je zelf ook wel eens durft lanceren? Zoiets ludiek? Of houden jullie het liever strak en sober? Nee, liever ludiek. Ja. Er gebeurt al zoveel niet-ludieke content, dat ik wel liever uniekere of ludiekere content maak. Want Anderlecht zit ook in jullie portefeuille. En soms vragen wij ons af, moet het altijd zo strak? Moet het altijd zo sereen? We vragen ons eigenlijk af, past dat bij Anderlecht? En waarom is er niet meer... iets ludiek, heeft dat te maken met de drietaligheid? Of heeft dat, wat is daar volgens u het grootste obstakel in? Of past dat gewoon niet bij de club? Ik ga al zeggen, bij Anderlecht, de mensen die over de visie en het plan beslissen, zitten daar intern. Dat ben ik niet. Mm-hmm. Zij zijn eigenlijk met de vraag naar mij gekomen. Ik heb toen ook gezegd, ik vind als CEO van Sporthuis dat ik me niet zo hard mag moeien in de lijnen van de content, maar wel de profielen invullen. Dus zij hebben eigenlijk gezegd, we hebben deze profielen nodig. En zo ben ik aan de slag gegaan en hebben we een paar dingen getest en zo. Maar de algemene lijnen, daar moet ik me niet bij. Dat is Matthias en... Ja. Nee, Matthias is echt media, puur pers eigenlijk. Tim en Brecht, die doen eigenlijk social media, marketing, dat soort dingen. Alright. En mijn vriendin eigenlijk deels ook, Sophie, dat daar ook wel veel te zeggen, maar minder het social media lijkt. Maar als het van u zou afhangen, zou dat misschien de dieker aanpakken? Of niet? Ja, je kunt daar de bal helemaal mis mee slagen. Waar ik een probleem mee heb, mag ik dat hier zeggen, hè? Club Brugge bijvoorbeeld, op met TikTok dingen, ja, die zien dingen, die aanslagen en die maken dat dan na en zo. Ja. Dan denk ik, ik zag nu gisteren toevallig een video van Eleven van zo de ouders en de broers en zo, die bellen naar spelers die play-offs in gaan spelen. Ja, als je die Ajax-video daarnaast legt, dat is letterlijk copy-paste. Ja. Als het is om dat te gaan doen, dan maakt ludiek zijn me niet uit. Dan heb ik het liever dat ze het niet doen. En ik moet wel zeggen, ze doen misschien niet ludiek, maar ze doen wel echt iets origineel. Dus dat kan ik wel harder appreciëren dan ludiek namaken. Ja, ik vind trouwens ook dat dat redelijk artificieel overkomt als je het gewoon staat te copy-pasten en niet echt de bedoeling. Nee.
mag nog een beetje authentiek. Ja, en wij hebben ook wel niet zo de... Allee, bijvoorbeeld Brugge, als je dan... denk als je lang een camera geeft, wie zou dat bij ons kunnen doen? Zo? Als je Hazard bij de Rode Duivels, ik weet nog dat we dat gedaan hebben, bij het hotel die rondleiding gaan doen. Dat is grappig, dat is leuk omdat dat in hem zit. Hij moet geen rol gaan spelen. Ik zie niet direct iemand bij anderen die daar... Benito. Ja, denk je dat Zirk zei, dat is een grapje aan? Ik heb een filmpje gezien, vorig jaar, en wel lang op de NOS. Ja. En dat zeg je wel redelijk. Maar, wel misschien in Josh. Maar dan denk ik toch eerder ook aan Benito. Ja, de video van de maar ik denk dat je daar als club zeer voorzichtig mee bent. Ja, als hij de parking daar mocht doen, voor een keer gezien. Ja, dat is echt ziek. Voilà. Ja. Maar dat, allee, ik vind ergens wel... Je moet hem niet bij attention houden, maar je mag hem Benito ook wel een beetje verhouden. Ja. Het is ook niet... Dit is ook geen loser die elke keer in alle richtingen zit te skoken. Dat is hem ook niet. Hè. Ik denk dat je perfect wel zoiets met hem kunt doen. Zo, maar ik denk dat wat gezegd, dat was met Kozemans in de auto. Dat ze doen het wel. Hè. Ja, voor gewoon iedereen dat binnenkwam. Ik denk dat je ook niet mocht vergeten bij zo'n club. Dus, allee, bijvoorbeeld bij PlaySport. We hebben daar heel veel vrijheid. We hebben daar ook de bal al misgeslagen. Hè. Ik ga je niet zeggen dat alles altijd goed is. En ik vind dat ook bijvoorbeeld iets te braaf antwoorden zijn. Maar bij een club moet je met zoveel dingen rekening houden. Je hebt je sponsors, die commercieel directeur, iedereen zit mee te kijken. De TD zit mee te kijken, de CEO zit mee te kijken. Iedereen kijkt mee op die social media. Het is een verschil. Ja. Maar het laat ook wel ruimte om grote fanaccounts te maken en dat soort dingen, om het daar wel op een andere manier aan te pakken. Of om het misschien juist wel gewoon een keer te doen, waarmee dat je ook wel differentieert van de rest van de spelers natuurlijk. Hè. Want we zien het nergens, hè. Bij geen enkel club. Hè. Wordt er echt een keer eens een gedurfde zet in het humoristische gedaan? Het humoristische? Nee, niet per se het humoristische. Nee. Maar dat is moeilijk, hè. Dat is je zit zo hard van je sportief succes af voor je iets moet doen. Dat is ook altijd gevaarlijk. Als in een slechte periode dan gaat... Ja, dat is het punt. Ja, We hebben eens een gif gemaakt toen we een vergent deden van Luwagi die zo'n knipoog doet. We vonden dat fantastisch, want hij had ze nog keiveel transfers de laatste dag gedaan. Dus ik zei, ja, kom, doe gewoon zo, your job is done. Ja, die wordt nu voor alles gebruikt. Ja, wat ze kunnen doen. Maar dan is hij eigenlijk gewoon geslaagd. Ja, die heeft op zich geslaagd. Ik zwijg over de dingen die daar niet gelukt zijn. We zullen die gewoon onthouden. We gaan een keer eens gewoon... Een totaal misplaatste brug bouwen naar het Anderlecht van toen, gedaan met de media. Paarswit is de hoofdkracht, inspanning van onze aflevering. Ik wou dat woord altijd een keer gezegd hebben. En we duiken eerst even terug in een raar tijd. Woord. Ja, mooi. Hè? Ja. Echte politiek woord. Hè? Ja. Vind ik wel tof een keer in een podcast. Zo, het is uw podcast, ik zou het nooit gebruiken. Maar... Nee? Oh, ik vind, daar denk ik nu wel in uit. Nu vind ik wel dat je in de volgende midden dat je dan een keer moet poneren. Met die Anderlecht-legend. Oh ja. Die gaat dus goed lachen. Dat was goed. Ja. Ik wou gewoon eventjes weten, je bent dus een Anderlecht-supporter. Hè? Van waar komt dat? Hè? Hoe is dat begonnen? Wat ik zei, mijn pa heeft eigenlijk toenmalig Outside Broadcast, nu noemt dat NAP, opgericht. En die deden alle, of zo goed als samen video's, zoals dat video's ga ik misschien meer kennen, alle wedstrijden. En van jongs af aan thuis was er met mij weinig houden aan, dus... moest ik mee. En ik weet toch heel goed, mijn eerste match was Club Brugge, Sint-Truiden. Ik was heel klein. En ik weet, een Borkelmans maakte een goal. En ja, mijn pa zette mij altijd bij de gehandicapten. Die zitten zo van voor. En als kind werd ik daar gedropt. En ik zat daar, ik stak ze mijn handje uit. En die ging zo af en die raakte mijn hand. Dus ik was echt nog wel vereerd. Ik stap mijn auto in, de auto van mijn pa in. En ik zeg, ja, oh, die Brugge speler die daar gescoord had, die heeft mijn hand aangeraakt. En ik voelde ergens, ik weet niet waarom, maar ik voelde ergens zo'n teleurstelling van mijn pa van wow. Dat was hier voor het werk dat wij hier waren. Wij zijn hier geen Club Brugge supporters. En hij had dan business seats genomen met zijn bedrijf. Ik werd overal mee naartoe genomen. En dan plakboeken, gamen ook vooral. Altijd Anderlecht nemen, omdat die hadden de vetste spelers. Het was het gemakkelijkste. En als kind wilde ook wel gemakkelijk gewoon winnen alles. Ja. Welke Panini stickerboek herinnert je het best? Ah, wel, dat is goede dingen. Ik had hem met mijn beste maat onlangs. Van hoe ver gaan we terug? En ik denk van 95, 96. Dat was ook het eerste grote spel dat we echt uren aan versleten hadden in de Championship Manager. Ja. Ik denk dat ik er daar nog 20 van zou kunnen opnoemen van die ploeg. Dus daarvoor denk ik dat we te jong waren. Hm. Wanneer was uw laatste spelletje op Football Manager? Want ondertussen is dat wat geëvolueerd. Mijn laatste? Ja. Dit jaar. Echt? Mm-hmm, absoluut. Toen voor Gemmerich. Nee, ik heb zelfs een mail gekregen, zo play to earn. Ja? Van een crypto-ondernemer die me wil betalen om voetbal te spelen. Ik ben meteen naar beneden gegaan, ik heb tegen iedereen gezegd, jongens,
nu komt het. Het is gedaan hier voor mij. Ik ga hem hebben. Nee, ik vind het wel jammer dat, wat ik zeg, als kind, die Championship Manager 2, dat was eigenlijk een spel van niks. Oh. En hoe hard dat we daarin opgingen. Ik vind het jammer dat als ze met ouder worden, de passie en de dingen en hoe vet je iets kunt vinden, dat wordt de lat ook om ze hoger en hoger te liggen. Dat is nog wel jammer. Het wordt vlakker ook in onze beleving. Ook al. En meer een Enzo Schifofon of meer een Per Zetterberg? We weten, de 40ers gaan meer voor Enzo. En de 30ers meer voor... Ja, ik ga voor Enzo voor Per Zetterberg, sorry. Ja. Ik heb Enzo eigenlijk zijn terugkeer geweten, maar... Ja, dat doet hem heel veel plezier. Dat is heel veel plezier. Zetterberg, Versavel. Ik was ook, dat is nu misschien een beetje... Bruno Versavel, ja. Ja, een grote Gilles de Bilde fan als kind. Echt als speler. Ik snap dat. Die was jong, fris, manneke had zo idolen nodig. Ja. Ik ga ook eens een anekdote geven. Ik heb ooit tegen Bruno Versavel gevoetbald. En die speelde bij Diest. Toen was hij al oud. Ja. En hij heeft hij sowieso nog kapot gemaakt. Hè? Luister goed. Ik speelde bij SK Halle in eerste provinciale. En hij kwam daartoe en ja, ik dacht eerst, dat is een delegé. En hij, ja, die was heel oud. Ze kwamen nu 4 winnen en hij maakte er 3. Ongelooflijk. Ja. En ook van op zijn integel, of ging hem nog eens? Nee, hij ging niet. Het is niet dat hem nog snel ging of en hij had een buitje ook, maar. Maar ik heb nu gehoord. Maar dat maakt in zijn dingen minder uit. Ja. Maar weet je dat je als kind ooit shirts had die je doorheen de jaren kwijtgeraakt? Ik heb er een gesigneerd van hem van Perugia gehad. Echt? Ik vind dat nergens meer. Echt. Dat is zo spijtig. Nummer 21, ik heb het nog goed Versavel. En mijn stiefvader, die cameraman was, moest daar dan opnames mee gaan doen. Echt, ja, voor Sam, voor Savel, oh, what the fuck. Dus aan de man of vrouw die een truitje van Perugia heeft destijds in welk jaar? Ja, wanneer het kwijtgeraakt, weet ik niet. Ja. Ja. Oh, shit. Ongelooflijk. Hij was daar echt ook geapprecieerd in, die was daar zo. Die sfeer daar rond hem, dat was echt ongelooflijk. Maar eigenlijk mocht je, als ik dat mag zeggen, je mocht de vraag, Enzo Schiffer of Per Zetterberg, mocht je eigenlijk niet stellen. Ik vind dat wel. Ja? Waarom mocht je dan niet stellen? Goh. Ik zou echt kiezen als, denk ik, want ik heb er geen, maar tussen twee kinderen. Als aandacht van, dat zijn toch, daar gaat niemand tegen een van de twee zijn. Terwijl een Wasil, een De Schacht, dat zijn, daar heb je zo, daar ga je aandacht van vinden die echt totaal niet pro zijn. Aandacht van die wat totaal... Speelt je graag FIFA of speel je graag voetbalmanager? Het heeft meer te maken met welke generatie. Ja, ik denk het ook. Ik voel me echt... Ik heb heel weinig binding met Schifo, omdat ik die eigenlijk nauwelijks actief heb zien spelen. En Zetterberg, ja, dat was voor mij... Eens. Zetterberg is denk ik mijn all-time favoriete. Anders. Dus het zegt denk ik meer over de generatie dan over... En inderdaad, kiezen moeten we niet, maar... Ja, hier ook. Zetterberg. Ja. Ik zie wel moet je spelen. Maar ik had zo vroeger als mijn handtekening 4 nummers over elkaar schrijven. Dat is dan 10 was Zetterberg, 7 Goor... Mm-hmm. Raar. Nu denk ik, gênant dat ik dat vertel. 4 was Schifo en 3 was Stoika. En dat was mijn handtekening om die 4 nummers gewoon over elkaar te schrijven. Is mijn handtekening nu niet meer. Het is wel nog een bankkaartnummer. Ja, maar de 7 is er onderuit. Dus team 4-3. 3 voor Stoika, dat was toch ook... Hey, Stoika, jongens. Oh ja. Dat is toch ook dat is liefde op het eerste gezicht, zo'n spelers. Hè? Hij is hier al gekomen. Voilà, mooi. Voor mij Stoika is Lazio, daar is mijn liefde. Volledig. Ja. Dat is leuk, ja. Mooi. Welke positie had jij destijds als voetballer, Sam? Goed. Cameraman. Hè? Nee, ik heb denk ik een jaar en een half gevoetbald. Wat was dat overal eigenlijk? Ik was geen grote voetballer. Nee, omdat je zelf wel nog training hebt gegeven bij Wagel. Hoe is dat dan eigenlijk gekomen? Ik was me aan het vervelen. Ik was aan het studeren, 17 jaar, denk ik, 18 jaar. En bij OHL, wat dicht bij mij was, binnengestapt en gezegd, ja, ik zou graag coach willen worden. Die hebben me dan meteen in een cursus ingeschreven en hebben gezegd... Ik kende ook een andere, Brahim Hassan, die nu dokter is en die daar eigenlijk op een redelijk hoog niveau jeugdcoach was. Ik had dat gezegd en die zeiden, ja, ga anders daar maar eens mee, ga maar eens kijken. Heb ik dan gedaan en ik kan wel goed met mensen omgaan en ik kreeg wel zo dat ploegje rap mee en dan elk jaar mogen omhoog gaan van niveau en qua leeftijd. En dan op het einde... deed ik de U10 Nationaal bij Wagel. En dan had ik compagnie toen ook getekend bij Sporthuis. Dat was het eerste jaar Sporthuis. En dan was het zoveel werk. En moest ik naar Manchester soms. En dan
moeten stoppen, maar dat, ik vond het echt super leuk om te doen. Nou ah ja, dus je bent niet gestopt. Dat was de reden, het werk was hetgeen dat u ja. in de weg stond. Ja. Alright. En ik snap, als je zo op hoger niveau training geeft, denk ik dat je wel echt een beetje moet gevoetbald hebben. Ofwel er echt een zotte obsedee mee zijn, want dan moet je tactiek en zo. Als bij ons weinig tactiek, en ik kon wel ja, duidelijk uiteraard voordoen wat die moesten doen, maar je kon ook wel echt oefeningsjes bedenken. Als je dan twee goede voetballers tegen elkaar zet, die pushen elkaar tuurlijk. Naar een niveau. Dat zijn kinderen ook, die zijn echt... Ja. Maar het feit dat je dat al ziet en dat je iedereen op zijn niveau kunt uitspelen en dat je die versterkende mechanismen kunt inspelen, denk ik dat dat gewoon een trainer een goede trainer maakt. Dat ja. Een jeugdtrainer. Motiveren, ja. Ja, jeugdtrainer. Ja. Ik denk ook, ik zou ook niet, denk ik, allez, op heel laag niveau misschien wel, maar bij NOSL, echt hoger of zelfs assistent, nooit, daar snap ik het spel ook, denk ik, echt te weinig voor. Die zijn echt, dat is niet normaal. Ik zou het ook, ik heb het altijd ook moeilijk gehad met jeugdtrainer. Dat is echt iets apart, vind ik, want je moet echt er tegen kunnen dat die veel fouten maken, hè. Nog meer als iemand die... Dat die nog niet alles begrijpen van spelletje, dat is echt moeilijk. Dat is echt, ik vind dat echt een troef. Dat die mensen aan de andere kant, ze geven heel veel liefde, sowieso. Ja, dat die mensen hebben. En echt... je ziet super hard progressie. Ja. Je kunt die echt iets leren, wat je dan ineens in een match, wat die ook zelfs zonder nadenken, als je het er echt ingeslepen krijgt, zonder nadenken, doen die hem binnen buiten, terwijl die dat twee weken daarvoor, of twee weken is overdreven, een maand daarvoor nog nooit gedaan hadden. Ja, inderdaad. En dat heb je natuurlijk vanaf dat je 14, 15 jaar getraind. Totaal niet meer. Nee. Dat is de gouden leeftijd. Hè. Van de U8 tot een U13, dat is ongelooflijk. Dat is echt in trappen, dat je die ziet vooruitgaan. Dat is waanzin. Stop. En dat geeft zoveel goesting om elke keer verder te... Ik heb het zelf ook zo lang gedaan. Dus, En ik heb nu 4 profs uit die ploeg. Dus. Zit je vaak mee geweest op verplaatsing? Toen ik 15, 16 jaar was, deed ik de LSM, de slow motion. Van de matchen. En dan hield de planning daar wel wat rekening mee dat ik Anderlecht van was. Dus ben ik wel veel op uitmatchen van Anderlecht gezet, maar als supporter, nee. Ah ja, oké. Dus er zit geen legendarische verplaatsing. Niet in de bus gezeten. Nee. Niemand die een bliksaard in een auto trok voor u en tegelijkertijd zijn 14e pintje had kunnen ontleden. Nee, is dat een anekdote die komt? Dat is geen anekdote die komt, dat is gewoon, denk ik, elke bus niet. Ja. Ik ben eigenlijk wel chaos naar Rapid Wenen gegaan. Herinner je die match nog? Ik denk dat was dat 2008? Misschien een keer opzoeken. Ik denk 2008. Ploegje met Serratakin nog. Was dat dat we zo ver geraken? Maar we moesten ons, dat was voorronde, voorronde UEFA Cup, of misschien juist Europa League, net zal een UEFA Cup geweest zijn. We moesten naar Rapid Wien, groen-wit, de metro zien, ging er ter plaatse, een klein stadion, een heel tof, ik denk dat dat Hofman was of zoiets, die gek in middenveld die alles kon, vooral veel afstandsschoten. Het was 0-0 en we hebben echt keilaat de winnende treffer gemaakt. Ik denk dat dat Kien was, maar daar ben ik zo zeker niet meer van. Het kan wel eens goed zijn dat je terug boven kwam drijven toen. Ja. Dat was ja natuurlijk redelijk in het begin, begin van het seizoen. Maar we hebben die toch eens een half jaar niet gebruikt en dan ineens terug het volgende seizoen beginnen. Wel, maar ik weet niet of dat seizoen was, maar die was zo even weg en dan terug. Maar de busrit terug was eigenlijk was redelijk simultaan aan de busrit heen, namelijk dat de helft van uw medegezellen eigenlijk al wasted zijn. Heen is doof, terug is echt moeilijk. Ja, terug is die 12 uur terug met de bus is echt super. Maar als je wint, nee, dat is echt. En je zegt, het eerste is, je zegt nooit meer. Twee weken later zit je op de bus. Dat snap ik wel. Zegt je juist hetzelfde. Oké, een van de tofste was Aalborg. Kan ik aanbevelen aan iedereen, studentenstad, keitoffe stad, kunnen uitgaan. Wat was uw beste verplaatsing eigenlijk, Job? Ik denk, het mooiste dat ik heb gedaan was Manchester. Toen dat we daar uitgeschakeld werden na verlenging. Ja. Ja, dat was niet zo lang geleden. Hè. Nee, de donker was dat. De donker, Met Mourinho. Dat was een goede Arsenal 3-3. Ja. Mitrovic van den Borre. Een ongelooflijk. Kawaja. Dus, super Kawaja. Ja, dat zijn zo de twee die echt naar boven komen. Ja. Kawaja. Maar dat zijn zo door de week dingen. Ja. Nou, dat zou ik al... Ja. Ja. Dan mis ik te veel precies. Ja. Maar moet ik precies wel echt iets doen? Het is echt een zoete sfeer, echt. Het is echt van A tot Z. Zo dat... Vergelijkbaar met bekerfinale moet ik dan. Ja. Alleen dat gram is echt met grotere massa. Maar. Eigenlijk zijn ze echt lang. Ja, dat duurt heel lang. Zie je, als je zo een thuismatch komt kijken, als het om 15 uur is of om 18 uur, komt het allemaal samen om 16 uur, vindt een pintje.
20 uur zat je thuis. Hè. Maar dan maakt het niet maar dat is een, om 4 uur s'morgens. Ja. Je zit al om 5 uur s'morgens heb je eerst het eerste pintje op. Ja, het is echt. Maar dat is een andere zat, hè. Ja, dat je zei, ja. Op lange tijd bier te drinken, of op korte tijd veel, dat is een andere zat, hè. Je moet ik heb dat Ronde van Vlaanderen ook. Dan drink je heel de dag door, zo. Maar op zich, als je het vergelijkt met uitgaan, drink je gematigd. Ja. Maar je raakt dus een heel andere roes dan echt zat zijn. Rekenen. Dus het dan zal sowieso vergelijkbaar zijn. Van horen zeggen dat. Ja. Oké, okay, ja. Ik heb het opgezocht, inderdaad. 2008... En het was niet Serratis Code, maar wel Ahmed Hassan. Ahmed Hassan. En we gaan Sam op de roster leggen. Wie stond er toen in doel? 2008. Oula. Wacht, hè. Ik denk dat ik hem heb. Ik denk ook dat ik hem heb, maar ik ben niet zeker. Dus hij heeft veel gekiept dan. Ja, redelijk veel, ja. Wacht, dat is voor Proto. Ja. Ik denk vlak voor. Sitka? Klopt. Sitka. Helemaal ja, eigenlijk, ik was... Oké. Okay. Ik heb me laten misleiden, omdat ik dacht dat het veel moeilijker ging zijn. Hij was naar, maar... hij was naar de Van Steenbrugge school. Ja, ik was echt aan het denken. Spreken over Peersman. Ja, Schollen. Oh my god. Legend. Ja, Peersman. We hadden onze eigen rubriek over Tristan Peersman. Dat was niet noodzakelijk. Het is een goede keeper. Ja. Maar en ook, ik hoorde nu Steven in 90 Minutes vertellen over die Legend Game. Ja. Juhas. Och. Dat is toch ook wel een ja, ik was steen, dat, steen, goede verdediger. Ja. Tegenen, aan dan missen we toch allemaal een beetje. Ja, ik denk de laatste dat we zo hebben gehad was een beetje een bendo. Echt van de mannen die echt, zeker, echt goed was. Zeker. Ja. Absoluut grote fan ook. Als verdediger zo. Ja, ah, ja, oké. Ja. Okay. Maar dat was volgens mij de laatste die echt, waarvan je kunt zeggen, dat was nog niveau Tienen, Juas, Compagnie. Allee. Hm. Het is altijd moeilijk om... Ik vind het altijd moeilijk om... Maar nee, want ik vind, we mogen niet vergeten, Kompany is daarna nog verder geëxceleerd. Ja, maar in zijn Anderlecht-periode kun je die wel vergelijken daarbij. Ja. Geen potentieel, het wordt toch redelijk snel ook... Bam, ik ga hier niet meer uit die ploeg. Ik weet niet of dat iemand weet hoe oud dat dan is, en of dat iemand het ooit geweten heeft. Snap je punt. Maar het is wel zo dat wat we die zagen doen, en ik heb het dan niet over motoriteit, maar... Techniciteit. Ja. Op de korte ruimte als verdediger, denk ik niet dat we dat nog vaak aan het schieten past. Ja, zeker. Absoluut. Ik denk wel. Wat ik hoor van de Bast is dat het puur wat langer duurt, omdat hij... Dat moet ook kunnen, we zijn in Brussel. Ja, ja, voilà. Sound effect. Brussel heeft nog Johnny's. Dat is het bestaan. Wacht even. Nee. Dat hij van jeugd vooral de stap, dat zijn lichaam. Ja. Dat hij eigenlijk wel al zo goed is, maar zijn lichaam is nog een beetje achterop, dus dat het... We noemen het nu Zeven de Beest, want het is wel echt ongelooflijk welke... Ik denk ook echt een hele toffe mens. Ja. Hele goede jongen. Van Halen. Ja, dat wil niks zeggen, denk ik, maar... Ik denk ook dat we met heel veel gaan schoppen. Allee, ik hoop het voor hem. Ik hoop dat zijn knieën blijven. En als dat is, dan denk ik dat de Rode Duivels in twee handen gaan mogen kussen, twee polletjes. Van wie ik het ook nog altijd denk, is Delcroix. We kunnen het eventjes over hebben, maar ik hoop echt dat eruit komt, want hij zegt, ik vind dat echt ook een klasbrek. Ik snap niet waarom er zou getwijfeld worden aan Delcroix. Nee, fysiek. Puur blessure gevoelig. Want het is een beetje te veel aan het worden, denk ik. Het kan ook nog helemaal niks worden. Het is dat is het probleem. Gaat hem er nu vandoor komen, al die kleine probleempjes die er altijd... Het probleem is, hij komt terug en hij valt heel snel terug uit. En, dat is moeilijk als je het ding met Kompany was niet blessurevrij bij Anderlecht, maar zijn echt probleem is, met blessures waren veel later pas. Hè. Ja, had het eigenlijk. Ja. Bij Anderlecht op zich, ça va. Ja. Zelfs bij Hamburg had hem bijna nodig. Dat is allemaal pas later geweest. Dat is de reden waarom we voor Delcroix toch... Ja, ik snap dat aan het begin van uw carrière zijn nooit goed nieuws eigenlijk. Maar... De kern bij Genoa, gaat ons dat lukken, Sam, deze zomer? Nee. Sowieso niet voor de huurlingen. Maar als we dan eens wat verder kijken... Ja, maar u twee van voor... Ja. Is toch niet onbelangrijk? Nee. Ja, wie denk je dat... Ja, dat is een open vraag naar u. Wie denk je van de huidige kern, de niet-huurlingen, dat we moeite gaan hebben om te behalen? Of waarbij dat we moeite gaan hebben om te behalen? De niet-huurlingen. En Gomez? Gomez? Of zie je toch nog eerder in een Murillo vertrekken? Om heel eerlijk te zijn, ik zie ons wel gewoon nog tweede worden en...
Ik denk dat er dat dan eventueel misschien nog iets mogelijk is, maar Gomez wordt wel moeilijk. Omdat ik wel denk dat er daar ook een club wel echt een bedrag voor gaat leggen, dat wij zelfs dan gaan zeggen van nee, doet hem weg. Deze, hier moeten we niet een ozel over doen. Hoe graag we hem ook hebben en hoe graag we hem ook zien spelen. Die Spaanse scouts, laatste match, zegt Olof. Ja. Maar het probleem is ook in eigen land, als hij dan presteert met de U21 van Spanje, doet hem ook altijd ongelooflijke wedstrijden. Daar is het. Hè. En dat hij zegt, hij zit daarom dat ik denk dat hij zit echt in de picture een ploeg wel echt wat geld gaat leggen. En ik denk, maar ik denk wel dat dat de enigste is. Ja. Ik denk dat Verscharen, ofwel gaat het beslist zelf om hem weg te doen, maar ik denk niet dat het voor een bot gaat zijn dat dan niet te weigeren valt. Ja. Hoewel we wel moeten zeggen, de Rode Duivels en zo Martinez en zo, op training moet je blijkbaar wel echt zeer, zeer, zeer indrukwekkend zijn. Misschien zo, via, dat er een scout denkt, oké, we gaan voor een Premier ploeg is dat allemaal geen risico. Sardella zei dat hier ook op training. Dat hij echt, eerst een andere speler gezicht, die er niet meer is, waar iedereen grote ogen van heeft voor, dat was Bundu. Ja. Hij zei dat dat de speler was met de meeste kwaliteiten op training. Ik wil daar trouwens even op inpikken. We hadden in een van onze voorgaande Franstalige podcasts ook Antonio D'Alberto in onze podcast, die bij Aarhus speelt, AGF, waar ook Bundu terug aan uitgehaald is. En dat is ongelooflijk, dat is een superprof. Dat is een superprof. Het enige ding waar denk ik het allemaal over eens zijn, die gast heeft ruimte nodig, die je bij Anderlecht nooit gaat hebben. En dat is het enige. En dan kunt u afvragen of dat dan een miscast was van bij het begin. Maar ja, dan, als je nu Achimero kijkt. Ja, maar Achimero die kan die runs doen en die heeft nog. Ik heb 100 keer gezegd: miscast. Nooit meer opstellen. Te weinig voor Anderlecht. Ja. Weg ermee. En hij is er toch ook ergens doorgekomen. Nu ook misschien terug. Hebben ze hem op zijn kwaliteiten gebruikt, Sam? Nee, maar dan zeg je ook, Bundu heeft ruimte nodig. Heb je Bundu dan op zijn kwaliteit? Maar Achimero heeft niet de ruimte nodig die Bundu wil geven. Nee, maar ik wil maar zeggen dat je Bundu misschien ook niet per se altijd op zijn kwaliteit gebruikt. Ja, maar ik denk gewoon niet dat het spel van Anderlecht, het spel van Company, ik denk gewoon niet dat het past bij hem. Ik herinner mij toch één wedstrijd van Achimero, ik denk op Surin, waar ik echt zei van, wat loopt hij daar tussen de lijnen te doen? Dat was echt ongelooflijk zwak. Maar hij mocht ook altijd invallen. Ja, en hij deed niks. Ja, voilà. En hij deed niks. En er is blijkbaar iets gebeurd. Want sindsdien, hij is echt een paar keer matchwinnaar geworden. Hmm. Met superprestaties. Ik denk dat je hem ook nodig hebt. Dat Sam Cullen te weinig is. Ik denk eerlijk gezegd dat de finale er anders had uitgezien met een Achimero 90 meter tussen de lijnen. Ja. Dat is zot dat we dat nu zeggen. Want ja. Echt waar, 6 maanden geleden had ik gek verklaard. Onze beste 10 minuten. Ja, met hem. Met hem. En we hadden dat ook in onze podcast trouwens ook, ik kan niet zeggen voorspeld, maar we hebben gewoon de vinger op een wonde gelegd. Er zijn zoveel wondes in dat spel. Maar een wonde was, als je tegen Gent wilt kunnen winnen, dan moet je wel ervoor zorgen dat die iets wat statische middenveld... Ja, die drietal, ja. Die 3-6/8, ja. Die daar bij elkaar staan. Die skimsen, als je daar zo'n racer tussen zet, à la Achimero, dan doet die wel echt pijn. En zet je daar een Olson tussen, ja, dan speelt hij mee op de postzegel en dan speelt hij mee in hun spel. En dat heb je heel erg teruggezien, ook in die bekerfinale. Dus dat zijn dingen, gaat Olsen willen blijven? Die gaat toch ook voelen? Cullen is ook misschien wel iemand waar een Premier League ploeg wel wat geld voor heeft. Weet je dat? Ik had het wel eens gelezen, dat er 5 miljoen, als ze 5 miljoen waren bieden vanuit de Premier League. Maar... Ja, dan gaan we van 0 naar 5 miljoen, dus dat is wel een mooie cash. Maar langs de andere kant, dat is zo belangrijk voor... Ik vind wel ergens... Als we het geld nodig hebben om verder te investeren, want we moeten nu de volgende keer mogen niet weer 2 spitsen huren. Dat je er nog eens 1 in huurt, of dat je 1 van de 2 kunt verlengen, perfect. En de tweede moet je terugkopen, want ja, we moeten wel eens uit het moeras geraken, dus we gaan wat geld nodig hebben. En we moeten ook wel gewoon plaats maken voor Kanda. Ja. We moeten nu gewoon een verdedigende mid. Als Cullen, als er 5 miljoen wordt gelegd, ik vind hem een ondergeschatte speler. De match dat ik helemaal zie, zeker in het stadion, denk ik, oh, wat zit er weer op te klagen? Want ik denk dat het probleem meer ernaast zit. Maar dan moet je wel, uw 6 moet gewoon Kana worden. Hè? Maar ik zou durven doorvragen. Moeten we Olsen houden? Want Arnstad komt er ook aan. En in het stadion naast Robin Veldman gezeten. Arnstad, die kunnen er zo in droppen. En niet vergeten, Theo Leone. Hoor en de dingen die ik ervan gezien heb, wat niet superveel is. Maar denk ik, ja. Ook zo klaar als iets. Maar je moet wel zo'n jongens ook ergens beschermen. Ja, en ik denk dat als je Olsen houdt, de Arnstad die er wel uitspeelt.
op termijn. Dat niet iemand gaat zijn die echt gaat blokkeren. Maar dat denk ik ook. Ja, we moeten ook zien wat er met Hashimero gebeurt. Hashimero is er ook al. Dus als we ervan uitgaan dat Kullen en Hashimero volgend jaar je tweetal op middenveld wordt. En dus Olsson, dan heb je Olsson. Dat bedoel ik, ga Olsson willen blijven. Die gaat zowel Arnstad als Kana ook wel voelen. Maar dat komt misschien wel terug in een tribelverhaal. En dat is als Olsson niet dringend zijn prestaties omhoog krijgt, gaan ze er voorkomen. Ja, die gaat er wel kwijtgeraken. En die gaat kwijtgeraken, maar ja. Dat is echt heel tenovergestelde van Hashimero. In het begin van het jaar vond ik hem zo sterk. Wel geen statistieken, dat heeft hem nooit gehad. Olsson heb ik in indruk, maar ik vond hem heel sterk aan de bal. Ik vond dat ook. Ik vond dat je daar meteen iets zag van, wow. Ja, en... Ah ja, nu... Ook die korte beweging, en die had toen nog heel veel aanvallende intentie. Die ging redelijk verticaal nog. Dat is geremd geweest op het moment dat Refailov die lijnen is beginnen afsnijden, eigenlijk. En dan... Op een gegeven moment had ik toch het gevoel, met de Hashimero erin is gekomen terug, heeft hij eigenlijk die lijnen voor zich ingepakt en heeft Refailov zich moeten aanpassen eigenlijk. En dat gaf precies een beetje momentum aan Olsson, want ik vond het eerste moment dat een Hashimero terug vervangen heeft over een paar wedstrijden, dat hij eigenlijk in één keer terug ruimte kreeg. Die push naar voren had, klopt. En dan nu is dat helemaal terug ingevallen, precies. De goal op Kortrijk, denk ik. Ja. Dat is een press van hem naar voren. Ja. Hij geeft pas aan Elatje en Elatje geeft aan Zirkzee, denk ik. Ja, en dan dat zoiets als. En dat is een positie waarin dat je hem eigenlijk nauwelijks of nooit nog zag in zijn laatste wedstrijden voordat ze hem terug naar de bank hebben verwezen. Dus, En die kwam als international. Ja. Oh, hij zit nog altijd, hè? Ja, oké. Okay. Ik bedoel, maar. Naar het schijnt is hem daar altijd basis en hij speelt daar. Allee, want we hebben Erland. Nu nog? We hebben in onze Mofkas-ploeg hebben we Erland. Die in Zweden woont, die Zweed is en die een grote fan is van ons. En hij heeft ons nog onlangs gezegd, de laatste match met Zweden was hem altijd basis en deed hem echt goede wedstrijden. Dus hij is nog altijd internationaal. En... Ja. Dan gaan we er toch wel nog wat voor krijgen als ze hem weg zou willen. Ja. Maar ik zou hem niet per se, dat vind ik nu niet iemand die per se weg moet van mij. Ja. Okay. Maar wel misschien niet meer basis. Ze had het over Refailov, fan van Refailov? Nee. Pleister. Op een wonde, vind ik. Altijd, en als jij denkt, wat ik ook een piste vind die mogelijk is, dat je denkt, ik moet ieder jaar starten, en dan doe je geen mensen weg om plaats te maken voor Kana en Arnstad. Als dat je doel is, ieder jaar weer een plaatsje omhoog gaan, ieder jaar weer dichter er tegenaan gaan zitten, dan heb je zo iemand, had je die dit jaar nodig? Maar gaan we die aan de long run van zeggen, waar hadden die nodig? Dat weet ik niet. Natuurlijk wel dat hij als... We hebben één probleem gehad, en dat is dat El Hadj gewoon... Die was weer galoos. Die was niet normaal vorig jaar. Op zijn 18 of 19 jaar. Of toen werd hij 19. Hij is vandaag in het jaar 20. Ja. Ja. Die heeft tussen zijn 19e levensjaar... is teleurstellend. Ja. Eigenlijk. En daar hadden we eigenlijk had Refailov nooit zoveel matchen mogen spelen. Ik denk zelfs niet dat ze bij Anderlecht zelf Refailov gehaald hebben om zoveel matchen te spelen. Die zit hij ook nooit in samen. Niet op training, niet op match. Dus ergens is dat precies een beetje een gemiste kans. Je bent ergens precies niet die ervaring aan het overbrengen naar Aitelaj. En ze zijn ergens, misschien is dat vanuit Aitelaj zijn standpunt, misschien iets te veel naar elkaar aan het kijken van we zijn concurrenten van elkaar. Maar eigenlijk, in C kan het klikken. Ik snap het idee wel. Dat je Refailov in die ploeg... Ik snap het idee wel, maar het is wel korte termijn. Ja, het is korte termijn, maar als je iets kunt overbrengen naar je groep... Dan kun je middellange termijn er ook iets uit halen. Nee, klopt. De vraag is, doet hem dan? Maar en ik zeg je, zonder Refailov en zonder nog een aantal andere spelers, we zijn niet in play-off 1 door Refailov, maar zonder had je het denk ik niet gehaald. Nee, dat denk ik niet. Omdat, en wat veel mensen vergeten ook, want iedereen is ons bij, de reeks van Gent en blablabla, maar ik denk dat ze het in extra time ook onlangs gezegd hadden, er is een moment geweest, oktober, november, dat we 1 punt boven Gent stonden, en wij hebben dus bijna dezelfde reeks vanaf dan neergezet. En dat had wel veel te maken, zeker in het begin, veel meer dan op het einde, met dat Refailov wel kwam en golen maakte. Hè. Ja, ik denk... Maar in de bekerfinale. Maar we hebben eigenlijk het moment... Niet gezien gewoon, hè. Niet gezien, hè. Het momentum dat Refailov in de ploeg is gekomen, eind vorig jaar, is het momentum dat Anderlecht is beginnen draaien. Voilà. Ja. En het tweede momentum hebben we gehad met Hashimero. Ja, als die in die ploeg is gekomen, en dat zijn voor mij twee schakels geweest dit jaar. We hebben ook een aantal schakels gemist, vind ik, dit jaar. Maar die twee, die hebben toch op cruciale momenten... Maar dat Zirkzee ook wel. Ja, Zirkzee ook wel, ja. Zirkzee heeft heel... Het jaar vind ik toch gepresteerd. Maar het probleem met Zirkzee is dat hij ook zoveel misdoet, precies nog altijd. Ja. Of het is ook zo opvallend, waardoor het misschien meer in je geheugen blijft.
Maar sommige dingen zijn moeilijk te, moeilijk te volgen als supporter ook. We hebben het in de bekerfinale ook gezien. Hij gaat in duel. Zirkzee is keigroot. En we zien die letterlijk 10 centimeter van de grond komen. Ja, maar dat is raar, hè? Die heeft slecht luchtspel. Ja, ja, absoluut. Maar die kan wel een bal aannemen gewoon met zijn benen omhoog. Een meter 20. Voilà. Legt die perfect dood. Voilà, maar dat maakt het zo moeilijk om te vatten. Elke keer heb je als supporter het gevoel van... Daar zit zoveel meer in. Waarom komt dat er niet uit? Is dat dan onwil? Of is dat dan... niet er 100% voor leven. Ik kan me dan niet inbeelden dat hij daar 100% voor leeft, om eerlijk te zijn. Dus wat is het dan? Maar ik vind het toch een beetje hard met Zirkzee, want als je zijn statistieken bekijkt... Dat zijn oké. Als je die vergelijkt met... we de Filo trouwens die statistieken laten zien. Als we dat vergelijken met Mitrovic in een tijd, dat is veel meer goals en assist dan Mitrovic, die toen een legende is bij ons. En ook, maar is het dan niet... die speelt elke match maar 60 minuten. Hè? Die speelt zelden een match uit. Hè? Ik heb echt het gevoel gehad in de verlenging, maar we missen hem. Ja, echt het gevoel gehad. Iemand die de match kan breken. Want maar heeft Mitrovic niet meer doelpunten in een verschillend aantal matchen? Ik heb toen dingen gedaan. In het seizoen 13-14, 13 doelpunten en 4 assists. In het seizoen 14-15, 14 goals, 4 assists. En Zirkzee, gewoon een reguliere competitie, 15 goals, 7 assists. Dus iemand die wel veel meer betrokken is in het spel. Ja, hij is eigenlijk een beetje onze spelmaker. Maar het is geen echte spits. Sommige matchen toch? Het is een valse 10. Het is geen echte spits, hè? Nee, dat is een valse 10. Je kunt hem even goed een valse 9 noemen. En wie zou jij dan nu het liefst, als ze zeggen, we gaan er één verlengen van de twee? Volgens mij gaan we geen één van de twee kunnen doen. Maar dat is ook weer zo de onmogelijke vraag. Qua mentaliteit, altijd Kwame. Qua mentaliteit, wat het uitziet. Ja, maar ook qua wegen op een defensie, ook altijd Kwame. Maar misschien in de bekerfinale. Nee, ik wou gewoon even bij zeggen. Je vindt gemakkelijker een Kwame dan een Zirkzee. Ja. Puur op talent is het volgens mij gemakkelijker om een Zirkzee te vinden die op een verdediging gaat een verdediging gaat wegen, die echt al constant gaat zitten te lopen, dan een Zirkzee die zo toch een pure klasse heeft. Dat is de vraag. Is het een spits? Is het een aanvallende middenvelder? Is het een spelverdeler? Is het een spelverlegger? Is het niet Pivo? Ja. Daar zijn we het eigenlijk over eens. Met Pivo is het niet. Mm-hmm. Dus heb je dat eigenlijk nodig? Of is hij eigenlijk gewoon het prototype van veel te veelzijdig, maar niet uitmuntend genoeg? Nee, ik vind hem niet veelzijdig. Ik vind dat je moet in functie van Zirkzee spelen. Mm-hmm. Ja, en je kunt met Kwame meerdere spelsystemen met hem van voor spelen, met Zirkzee niet. Ja, maar, aan de andere kant, als Zirkzee omringd zou zijn met betere spelers, is wel Zirkzee degene waar we voor naar het stadion zouden komen. Inderdaad. We verliezen nu, lijkt vaak, de match door Zirkzee, maar dat is eigenlijk niet. We verliezen ook de match doordat de rond niet goed is. Hè. Nee. We hebben geen supergoeie ploeg of zo. Hè. Maar dan is het voor ons heel moeilijk in de situatie waarin we zitten, om iemand geen negatieve press te zien uitvoeren. Dat snap ik. Op het moment dat je terug in Belbo zit. Maar hij is ook niet de enigste. Maar zeker niet de enige. Voilà. Want dat is wat ik bedoel. Anderlecht doet dat zeker niet goed in teamverband. Dat begrijp ik niet. Maar als we dan toch Pep zijn spel willen spelen, dan moet het anders. Dan moeten we met 5, minimaal 5, denk ik, druk zetten. En dan moeten we echt een keer eens elke wedstrijd van Anderlecht op nakijken. Dat doen wij nooit. Je ziet er altijd ene lopen, met wat chance. Een tweede, een beetje alibi inlopen. Mm-hmm. Maar daar missen we bijvoorbeeld... om dan terug te komen op helemaal het begin, en Dennis praten. Ja. Die de technische bagage, het spelinzicht, koppelt aan zijn, wat hij zeker op het einde bij Hazi deed, teruglopen, bal afpakken en... Koffer. Dan kun je een Zirkzee zetten die wat loskomt van zijn man door te stappen. Want Messi heeft ons geleerd dat je niet moet vrij lopen. Je kunt ook gewoon stappen en vrij komen. Vrij stappen. Vrij koppen, ja. Vrij komen. Dus, ja. Want Zirkzee doet wel echt dingen... Maar zijn we niet te streng voor Zirkzee? Als je kijkt naar de statistieken van vorig jaar, 4 wedstrijden in de Serie A bij Parma, dit is pas zijn eerste volledige seizoen dat hij een Old Boys doet. En ik weet dat ze hem graag NBA kijkt, om NBA-term te gebruiken. Is Zirkzee zijn ceiling gewoon niet higher dan van Kwame? Ik wil daarop inpikken. Zirkzee is even oud als Theo Leoni. Dus... Ja, dat is nu wel een extreem voorbeeld aan de andere kant.
Maar goed, ik heb dat in de minst ook gezegd. Ik wil wel aan het eind van de rit de carrière zien wie het verst geraakt is. En dan denk ik wel Kua mee. Ja. Maar hij heeft echt iets uniek. Ja, ik denk dat te veel moderne managers, te veel moderne dingen gaan hem niet willen. Gaan Zirkzee niet willen. Gaan wel zien, hij is supergoed, maar een Liverpool, een Bayern, komt hij niet in. Nee. Dus jij ziet hem volgend jaar niet bij Bayern? Nee, never. Nooit meer. Nooit meer. En dat is waarom we streng zijn, omdat hij wel van dat niveau komt. Ja. En dat zie je wel, hè. Ik vind wel, nog eens, je ziet wel flitsen van, dat je echt, staat dan zeker, wow. Wat neemt die hier aan? Of wow, en daar is de nonchalance net super vet in. Dat het lijkt alsof het hem niks kost. Ze hebben daar bij Gent in de tweede helft, moeten ze daar 4 fouten op maken. Hè? Ja. Met 4 man rond. En tak, en dit. En ook een bikke wel Gert erin, om dat zo te zeggen. Dat zeggen we dan in Leuven. Maar hij bleef wel aan bal bezit. Toch dingen. Het is wel een beetje abnormaal dat daar de bal niet gewoon. Allee, dat de scheidsrechter daar niet heeft ingegrepen. Dat is een waanzinnige fase eigenlijk. Ja. Op zich. Nu, ik vond de ref nog wel op zich oké. Ja, in de bekerfinale, maar er zijn fases, ja. Raman, zit je daar een fan van? Is dat iemand dat je qua... Dat je dan, persoonlijkheid top, voetbal echt minder, kunnen die wat vatten? Ik vind dat we als ander van we mogen eigenlijk niet klagen over Raman. Nee. Niet over zijn inzet, niet over... denk ook, maar dat is laatst misschien iets minder, maar zijn statistieken waren zeker in het begin echt wel oké. Okay. Hij was ook degene die wel matchen kon doen kantelen en zo. Maar ja, au fond, in ons hart, denk ik niet dat we echt fan zijn van Raman bij Anderlecht. Of ik toch niet. Maar ik moet hem wel het voordeel van de twijfel, of nee, zelfs meer dan het voordeel van de twijfel geven van hij heeft mij wel aangenaam verrast en ik ben wel blij dat we hem dit seizoen gehad hebben. En mag Raman klagen van zijn speeltijd? Want dat heeft hem wel iets durven doen. Misschien eerder op een andere manier zijn de intern, maar om nu te zeggen dat hij dat niet mag doen... Nee, maar aangezien zijn kwaliteiten... Maar kwaliteiten... Ja. Hij heeft kwaliteiten. Hij heeft de statistieken en hij heeft een inzet. Dan denk ik dat je in de kleedkamer wel eens je mond moet open doen. Ja. Maar dat is al een groot verschil. Ja. Hij zit dan niet in de kleedkamer. Ik wil vertrekken in zo'n interview geven. Hoe was het? Januari, denk ik. Ja. Ja, denk je, dat is de foute manier. Ja. Dat is de foute manier. Maar hij is voor 3 miljoen gehaald. Voor dit Anderlecht is dat heel veel geld. Maar ik snap het. Het is wat we daarnet zeiden. Het is het loopvermogen. Dingen waar Company wel van, denk ik, zag van shit, we hebben wel iemand nodig die hier gaat pressen en die op hun dingen gaat wegen op een andere manier dan de twee anderen gaan doen. Maar ik vind het geen ander niet spelen. Sam Company, gaat jij volgend jaar van hem uw schaduwspits maken en een diepe 9 ernaast zetten? Of zou hem laten gaan? Ik zou hem in de ideale wereld houden voor waar we hem nu op gebruikt hebben. Het is wel iemand die je kunt brengen, die iets kan doen, maar het wordt geen basis. Nee, als hij basis wordt, gaan we achteruit. Maar dat gaat hij niet willen. Nee, ja, dan is dat hem. Dan laat ik hem niet gaan. Dan gaat hij zelf weg. Ja, maar dat denk ik dat er gaat gebeuren. Dat kan. Ik denk echt dat hem dat hem gaat vertrekken. Want ik denk dat Company hem heel graag heeft, maar niet in de rol dat Raman het graag zou hebben. Dus dan moeten we al de drie van voren vervangen. Maar niet vergeten, het druk is iets erop. Nee, klopt. Ja. Ah, wel. Van die jonge mannen... Stassin? Kelly kijkt veel jeugd. Ja, dat is nog te vroeg. Een beetje te vroeg, ja. Maar Stroikens niet. Stroikens is ook nog te vroeg voor echt basis te rollen. Maar in de rol van Raman dit seizoen misschien wel volgend jaar. Ja. Maar Stroikens heeft wel al een body om vanuit zijn positie, waar je iets minder body moet hebben, want hij kan van de kant komen, of als tweede man in de spits... Eerder tweede man toch, nee? Ja, natuurlijk. Maar hij kan de twee. Hij kan de twee. Hij komt bij de jeugd van rechts, hè? Of links. Ah, oké. Okay. Ik heb het meeste precies van rechts zien. Ja, het meeste van rechts, sowieso. Maar dat is wel iemand die... Ja, die heeft dat misschien iets minder nodig om die body te hebben, om die fysieke presence nog te hebben, omdat hij die aanval niet moet gaan dragen. Hij moet niet het gewicht van die verdediging op zich trekken, want dan gaat hij hem ook niet uitspelen op zijn kwaliteiten. En in die rol, zeker tegen een vermoeide defensie, denk ik, met wat invalbeurten, dat je die wel kunt laten groeien. Maar een Stassin, dat is toch nog iets anders. Ja, maar laat je ook maar rustig. Ja. Laat die rustig groeien. Maar van al die jongeren, is er daar ene waarvan dat jij zegt, dat is nu eens eentje
die verdient onze aandacht, die zeker wel volgend seizoen doorgeraken. Ja. Ik tweet redelijk snel en dan komt altijd een boemerang terug. Ik heb 2 jaar geleden, denk ik, getweet ben in de zomer. Dit wordt het seizoen van Marco Cana. Ik was een rotsvast. Oké, we gaan dat niet meer doen. En dan tweeten dat al sowieso niet meer. Maar ik hoop het zo hard. Maar ik vind hem echt ook een geweldige speler. De manier hoe dat hem... Hij doet nog eens mijn hart sneller slagen. En dat is raar om dat op zijn positie en zijn dingen te zeggen, maar grote fan. En ik hoop ook dat Anouar gewoon... De manier waarop dat hem zijn penalty trapt. Man, dan heb je ballen. Dat is ongelooflijk. Zo groot als mijn hoofd. Ik heb een gigantisch hoofd. Dat is de viering ook. Ja. Want heel eerlijk. Ik had super veel schrik toen hij opstond. Ja, ik dacht echt, Marco, deze gaat echt... Dit is typisch Marco Cana, nu de misser gaat zijn. Sam, ik stond tussen Hubert Lemaire aan mijn linkerzijde, de conditietrainer van de U21, en aan mijn rechterzijde Robin Veldman. Ja? Ik kan u verzekeren, de moment dat Marco Cana nog maar klaar stond om te trappen, die twee mannen, die hielden het niet meer. Snap echt ik. Waar. Die waren aan het stressen. Nog meer dan ik, en ik kan u verzekeren dat ik al bijna naar het PC. Ja, want die gaat gewoon zijn penalty rustig binnentrappen en dan nog even iedereen. Ja, maar iedereen aan te jagen. Ja, sorry, toen ik die tweet deed, 2 jaar geleden. Ongelooflijk. Toen was hij de helft van de breedte dat hij nu is. Hè. Ja. Hoe breed is dat manneke geworden, jongen? Ja. Die zijn benen en die zijn schouders. De atletisering van de spelers bij Anderlecht, dat is een enorm. Denk je niet dat Company dat bij hem gezegd heeft, heel hard? Want Company heeft dat wel ook gedaan om de top te halen. Hè. Ja. Ik denk dat dat in je Company zijn invloed is geweest. Ja. Want hoe ik hem dan kende, en ik ken hem eigenlijk totaal niet, maar hoe ik hem met de dingen die ik ervan zag, zou ik hem niet geven dat hij dat zou willen nastreven. Dat had hij niet nodig in zijn spel in het begin. Hij was ook meer de intellectueel. Ja. De verstrooide professor. Ja. Ja. Fantastisch. Is zijn hem bijna ook... dat is zeker waar. Maar ik blijf ook zeggen, Anouar, 20 jaar nog maar. Laat ons alsjeblieft terug de goede. Het mag meer zijn dan een paar mooie momenten tegen Genk. En... Ja, maar dat was het voor de playoffs vorig jaar. Was het wel echt meer. Ja, was het echt meer. Goed, dat is genoteerd. Wel, wie wordt de nieuwe Avaits van volgend jaar? En dat is dan ietsje minder positief bedoeld. Welke jongen denk je nu van, pas op jongens, daar zijn we misschien te veel van aan het verwachten? Maar van de jongeren... De jongeren vind ik altijd zo moeilijk om af te schrijven. Verwachten wij nu al te veel van een De Bast? Nee. Die nee, kan nee, dat nee. gewoon mee. Nee, De Bast is misschien wel de beste van allemaal. Wie doet dat ook? Daar ben ik zelf redelijk zeker van, maar dat is gewoon een verdediger. Dus ja. Als Anouar iets speciaal doet, gaat het harder opvallen. En Cana zijn we denk ik allemaal, omdat het ook wat langer duurt en omdat het zo'n toffe pace is, overal waar je hem ziet. Manneke zat op zijn 18 in de andere podcast. Ja. Ja, hun mond viel open, dus, maar ik denk dat De Bast de allergrootste gaat worden. Ik denk echt, als alles samen blijft. Als we zien dat we de beslissing al nemen in januari om Magallan niet buiten te houden, De Bast is daarvoor een grote... Harold Bellis. Opnieuw? Harold Bellis in januari, ik denk. Dat we zeker zijn dat Magallan niet gaat blijven volgend jaar. Ja. Ik zeg dat we dat... Maar eigenlijk twee, zo bij Arvid Bellis. Ja, ik denk dat Arvid Bellis, De Kwa kwam terug en De Bast. Ja, als een beslissing, gelijk dat je zegt. Maar ik denk dat we hetzelfde zeggen. Ja. Want dat is inderdaad wel een belangrijk punt geweest. Magallan, we kunnen erover discussiëren. Goed, niet goed. Ik denk niet dat we, want daar kunnen we ook nog een uur over doorgaan. Maar het openhouden van een spot voor de jeugd, in dit geval, is dat een goede zaak? Of zijn we te veel gewicht in een verdediging van een ploeg die heel graag terug bij de top van België wil horen. Is dat fout of is dat juist? Om het wel te doen. Om het wel te doen. Zeker. Ja. 100%. We willen zo graag Ajax zijn. Ajax verkoopt Frenkie de Jong en maakt plaats voor Gravenbergen. Ja. Er draait zijn middenveld wat om, maar maakt er plaats voor. Gaat niet met dat geld voor de helft nog een vervanger halen. We zijn wel bang voor Gravenberg. Nee, ik heb nu ook gezegd bij de bekerfinale. Kies nu gewoon voor Cana. Ik wil graag volgend jaar, als we de jongens dat we nu zeggen, als ze echt een kans gaan krijgen, terug 7e worden, terug 6e worden, veel liever dan met weer een paar gehuurden, of met een type Raman, een type Rafaelov. En Magallan is de Rafaelov van de defensie. Hè? Ja. Dat is u nu 2 plaatsen hoger brengen,
Maar aan de long run zijn we eigenlijk niks aan het doen ermee. Ik wil het liever, want dan bijten we door een zure appel, maar gaan we ook sneller echt terug tegen Brugge aanzetten. Ik kan zenuwen een voldoende Spaans. Om in onze want, maar eerlijk, denk je dat dat zo moeilijk is? die lezen geen boeken voor tegen elkaar, hè? Dat is toch af te spreken? Ja, nee, dat is waar. Dat heb ik al gemerkt in de wedstrijd, dat ze niet zo heel veel tegen elkaar zeggen, soms schijnen. Maar ik denk dus echt dat je die kaart moet trekken om echt de stap naar Brugge te zetten. Maar dan is er een backup, de license. Ja, maar denk je eerlijk gezegd dat we zonder Magdalen en met Zeno de Bost en eventueel Delcroix dan die fiets zou zijn, plus goed, minder goed zouden zijn en zesde zouden eindigen? Nee, maar ze zijn niet fit. Maar, daar defensief gezien, nee. Absoluut niet. Ik denk dat de Bost kan wat Magdalen kan. Ja, voilà. Ik vind ook in het ding dat we daar net een beetje al gezegd hebben van Sardella. Ja. Ik snap het, hè. Sardella is geen de Bost. Dat denk ik dat we eerlijk over mogen zijn. Maar we hebben wel al die jaren, ik toch, ik denk de meeste Anderlecht-fans, hebben al die jaren gezegd, als er een of andere bak in de ploeg kwam, of een of ding kan, die de fouten maken, die Sardella nu maakt, zeiden we altijd, dat moeten we toch kunnen opleiden. Dat moet toch in onze jeugd hebben lopen. Dat moet toch... En dan een deel van de fans, ik weet niet wat jullie mening erover is, hebben hem wel heel hard meteen te weinig, te jong, te dit, te dat. Dan denk ik, ja nee, dan spreek je jezelf tegen. Want als we er een ander gaan zetten... Die maakt ook die fouten. Laat hem zijn fouten nu wel maken. Hij gaat nooit. De 10 op 10 talent is hij niet. Want het is een toffe gast. Het is een ket. Hij doet echt zijn best. En er zit wel iets in. Hè. Hij heeft een mentaal wel wat shit meegemaakt. Een redelijk jonge, op jonge leeftijd al. Geef hem de ademruimte om daar terug door te komen. En je gaat wel een goede rechtsbak zien. Hè. Ja. De vraag is natuurlijk... En of de rechtscentrale... Kan hij daarmee om? Want, ja, maar dan moet je hem kunnen... Die tijd moet je hem kunnen geven. Ja, maar het probleem is... Die tijd... Een bestuur kan die tijd geven, maar je controleert geen fanbase natuurlijk. En die fanbase die wil dan resultaten zien en die wil dan mentale weerbaarheid zien. Ik denk dat het grootste probleem met Sardella op een gegeven moment was... Correct me if I'm wrong. Dat was het feit dat hij op een gegeven moment in de eerste match tegen Union... gewoon afgehaakt is. Op het moment. Die wou eraf. Die wou eraf. Ja. En toen is die... Drama. Op dat, dat drama. Moment moest die jongen binnen de minuut van dat terrein, in mijn ogen. Maar die is blijven staan en die is echt afgehaakt. Die ging niet meer in duels. Die ging geen lijnen meer snijden. Die ging niet meer in achtervolging. En ik vrees dat dat beeld bij veel mensen is blijven hangen. En... Ik snap dat ook ergens wel, dat beeld blijft hangen, want veel mensen redeneren in de zin van ja, maar ja, als je het bij Anderlecht wilt maken, moet je ook wel mentaal sterk genoeg zijn. Ja, en dat is nu de vraag, en laten we het gewoon de kaart voor hem leggen, hè, aan Kilian. Voilà, wat ga je ermee doen, Kilian? Zij de mentaal sterk genoeg, het is nu aan u om het te tonen, en van mij mag Anderlecht hem zeker nog kansen geven. Ja, het gaat ook nog mis, maar ik vind dat voor mij een van de belangrijkste posities, moest je nu kunnen versterken, wat we jammer genoeg niet meer kunnen doen. Normaal als Anderlecht zijn, dan gaat het de zomer in. Wie gaan we versterken? Die gaan we misschien verliezen. Nu gaan we weer een halve ploeg moeten opnieuw doen. Wat we vergeten over vorig seizoen, onze twee sterkste spelers waren gewoon weg. Hè. Ja. Dus je vergeet je eerste 3 maanden wanneer het echt niet liep. Ja, is gewoon omdat je Sambi en Mesha, die je vorig jaar in de playoffs hebben gebracht, moest je vervangen. Moest je nu het team kunnen houden en versterken, zou ik echt naar rechtsbak komen. Ja, voor een Fouquet-type op de rechtsbak in Company's systeem gaat echt ook volgens mij een gigantisch verschil zijn in uw matchen. Bij alle posities. Hè? Ik denk ook Sardella is gewoon geen back rechts. Ja, dat denk ik ook. Geen back Nee. Ik denk ook, die jongen... Maar hij moet het wel beter kunnen. Ja, natuurlijk. Maar dropt hij eigenlijk die match tegen Union? Iedereen redeneert in functie van het is maar Union die van tweede klasse komt. En je moet hier winnen en hij laat zich daar afspelen, aftroeven tegen Lapoussin. Als je daarna ziet het seizoen dat Lapoussin speelt, waar dat Union staat, op zich... Oké, okay. We hebben daar die dag tegen, niet tegen de slechtste gespeeld. En dus het kan gebeuren dat iemand die niet op zijn plaats speelt, die jong is, die tegen de future eerste uit eerste klasse is, en die tegen dat Poussin speelt, dan wil ja, dat die jongen daar moeilijk tegen heeft. Maar op dat moment redeneert de supporter dat niet zo. Niet zo. De supporter redeneert van, het is hier maar de tweede klasse, en die komen hier even... Ik vind ook niet... Terwijl Company dat heel duidelijk gezegd had. Ja. Voor de match al. Ja. Maar ik vind gewoon, zeker in de positie waar we nu in zitten, we gaan niet allemaal de beste Companies, Lukaku's en zo opleiden.
Nee, en ik vind moeten ook, we ook niet, iedereen die uit Neerpede komt, moet ook niet daaraan per se voldoen. Nee. Laat ons wat bij sommige jongens iets meer geduld hebben, want je gaat er wel. Trouwens, wie er nu in de dingen met je volgt en ook bij de jongere Rode Duivels, ziet dat die gast lange runs kan maken. Dus die heeft dat wel in zijn spel, zeker dat stukje offensiviteit. Dat korte passingspel, dat heeft hij zeker wel. Het enige wat hij maar blijft doen, dat is een speler buiten kan tikken. Dat soort dingen. Hè. In één keer er even niet zijn. Een fractie van een seconde en op dit niveau. Laten we hopen dat hij die klikt. Wat denk je over de zet van de 21 bij een tweede klasse gaan plaatsen? Maar ik denk dat dat goed is. Ik denk dat wat we met de Bas nu meemaken, dat je dat niet meer gaat meemaken. Ja. Het aanpassen aan profvoetbal, het lichaam klaarmaken, gaat veel sneller gebeuren. Er gaat ook veel sneller wat druk opkomen, wat misschien ook voor een type Sardella dan 2 jaar geleden, zeg maar, beter was geweest. Ik snap wel dat de ploegen in tweede klasse daar gek van worden. Als ik supporter zou zijn van een ploeg in tweede klasse, dat zou ik dan denken, oh, merde maar, ik ben supporter van Anderlecht. En dan ben ik dat top. We hebben hier Jury de KV gehad, die vroeger tweede klasse speler was en die nog tegen Bruges Next heeft gespeeld. En hij zei ook, het staat echt een vervelende match. Hè? Je gaat daar in een leeg stadion zonder sfeer. Dus dat is een oefencomplex. Ja, voilà, een oefencomplex. En ga hier niet zijn, man. Tegen jonge gasten moet spelen, dat is totaal niet tof. Maar ik vind wel in de ontwikkeling van die jonge spelers dat het wel goed is om tegen mannen te spelen. Want dat is het probleem. Anderlecht is het zo. Jongens als Elatch, dat was zo gemakkelijk voor hun. Heel hun jeugdreeks constant op koop, constant ver boven iedereen. En dan kom je op een bepaald moment tegen mannen. En ja, daar is het verschil eigenlijk volgens mij te groot. Wat dan nu niet meer het verschil is. Ik heb een foto gezien van Nederland die zich plaatste voor het EK. Die wedstrijd was een teamfoto van voor de match. En de helft daarvan had in de keukenkampioendivisie gespeeld. Ja, oranje. Ik hoor dan anderzijds Peter Verbeke wel zeggen van oké, de gasten gelijk Arnstad en zo, dat zijn dan niet de mannen voor 1B. Langs de ene kant begrijp ik dat, en had hij nu gezegd dat is mijn man voor 1B, dan had het kamp Arnstad niet zo graag gehoord. Laten we daar ook al zeer hard van uitgaan. Verstandige side note. Ja. Maar ik zie wel bij Ajax bijvoorbeeld dat hij een hele hoop van dat soort spelers wel degelijk, nog een heel aantal. En ik zie ook niet in waarom dat je dan die hybride zou kunnen doen. En voldoende switchen, zelfs met die regels die niet goed zijn, laten we eerlijk zijn, er moet nog evolutie in komen. Die regels zijn niet zo top. Maar zelfs binnen die regels kunnen we behoorlijk wat doorschuiven. Maar ik denk wel dat Jong Ajax beter is dan onze 21. Zeker. Zeker. Maar die hebben natuurlijk ook al veel meer tijd in die keukenkampioen-divisie doorgebracht, om daar ook een mening door te leren. En wij hebben, als je een beetje goed kunt shotten, zit je bij de A-ploeg. En dat is bij hun zelfs. Moet je al heel straf zijn om in die ploeg te komen op dit moment. Dus daar spelen bij Jong Ajax spelers die bij de andere eredivisieploegen buiten PSV en Feyenoord misschien gewoon spelen. Ja, en die hebben natuurlijk een mooie tribune ook aan de toekomst. Dat mag bij ons ook allemaal nog komen. Dat bij ons is trouwens ook nog niet beslist. We hebben er ook nog over gehad van de week. Nee, dus, dacht dat beslist was? Nog niet blijkbaar. Oké. Ik van Robin Veldman, misschien liegt iemand tegen mij. Hij gaat sowieso beter weten dan ik. Dus nee. Wolverton wordt het niet. Dat is duidelijk. Ze hebben daar 2 wedstrijden gespeeld. Ze hebben daar 2 keer een soort van zwemwedstrijd gehouden. Dus dat is het zeker niet geworden. De kans is zeer groot dat het op een academie wordt. En dat ze daar nog wel het een en ander gaan installeren. Dat is wat ik eruit kon uit opmaken. Tenzij, Sam. Nee. Dat is geen primeur. Geen scoop. Nee, absoluut. Scoops zijn wel veel gevallen. Ja, het is, hoe meer ik drink, hoe minder scoops. Hoe meer dat er veranderd ligt, gaat hoe minder scoops. heb je een vertrouwen in de goede afloop in de playoffs? En wat is een goede afloop voor u? De bekerfinale heeft mijn beeld wel terug wat vertroebeld. Maar misschien mogen we niet vergeten, omdat ik in Antwerpen woon en een paar vrienden van mij hebben abonnementen op Antwerpen, die ik ga wel regelmatig kijken. Van Antwerpen gaat het al niet komen. Nee, denk ik. Of ze moeten mij zwaar verrassen. Ik denk dat Union wel, als we het goed aanpakken, meteen dan dit weekend wel echt gaat breken. Dus ik zie wel tweede, zie ik wel echt als een haalbaar scenario, zeker. En als je tweede kunt worden. Je weet je nooit wat er bij de eerste gebeurt qua stress. Maar dat zou echt al
Maar dat zou buitensporig zijn. En misschien had je dan de bekerfinale op een overtuigende manier moeten winnen of verliezen. Laat dat dan nog niet uitmaken. Maar ik geloof wel dat zo'n match ook die je moet winnen en waar je eigenlijk niet goed bent, waar je eigenlijk niks kunt forceren op kwaliteit, dat dat wel ook een beetje in hoofden gaat spelen in de play-offs. Dus om echt kampioen te worden, had je daar misschien een goede match moeten spelen. Maar kun je leven met een verloren bekerfinale als je straks tweede wordt? Ja. 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 Ik kan zelfs ermee leven als we derde worden. Ja? Dat vind ik al moeilijker, want die Conference League... Hangt gewoon vanaf op... Ja, maar... Oké, ik kijk dan puur los van wat dat erbij komt. Want dat moeten we ook nog zien dan, hè. Als dat weer allemaal zo vroeg is op het seizoen en we hebben een halve ploeg te vervangen, dan zijn we er sowieso niet meer veel mee. Maar, ja. Zo weer een speech als we puur, het goede Anderlecht zien, wat we wel terug wat gezien hebben, het goede Anderlecht klinkt misschien verkeerd, dat klinkt pas nog beter, maar wel een stabiel en goed Anderlecht, dan ga ik al tevreden zijn. En dan word je niet vierde en denk ik ook niet derde. Maar. Wat is in top 4? Ja, 1 Brugge, 2 Anderlecht, 3 Union, 4 Antwerpen. Oké. Ziet de Union echt nog mis, zeg Ja, we moeten daar 2 keer van winnen, we staan nog boven toch? Ja, klopt. En trouwens, Conference League mogen we misschien niet onderschatten. Als je ziet, momenteel de halve finales, Leicester, Roma, Feyenoord, Marseille. Ja, maar je moet wel eerst voorbij Muramurska, Karabach en dat soort van... Ja, maar dat levert wel inkomsten op. Maar de inkomsten zijn gelijk, de winstpremies van UEFA zijn wel gelijk aan die van Europa League. Ja, als we er ooit een winnen nog, is het Conference League. Ja, dat zou het zijn doen als we dat doen, hè. Ja, anders moeten we een vierde creëren. Dan hebben we nog meer kans en gaan we nog minder gelukkig naar de wedstrijd. Dat ons begint, is wel zo. Dat ons beginnen met die krokkiekupjes te winnen. Ja, dat is dat. Dan misschien eerst iets doen. Het is wel zo, de vijfde van Frankrijk en zo, die zitten daar dan ook nog bij. Dus dat is, daar kunnen nog een paar affiches in zijn. Maar, wat, maar we hebben gewoon een eventjes terug over de Conference League. We hadden wel een toffe groep gehad. Tottenham, Rennes. Ja, wie was nog? De mooiste groep eruit. Ja, Tottenham, Rennes, de vierde was ook een toffe naast Vitesse. Dus ja, nee, mijn top 4. Ik denk Brugge 1, Union 2, wij 3 en Antwerpen 4. En mijn vertrouwen heeft toch, is toch een beetje stilgevallen na de prestatie van maandag. Waarom? Ik vind toch dat we vaak in belangrijke matchen niet aanwezig zijn, vooral dit jaar. Ik vind ook dat we een paar matchen, alle belangrijke matchen, ook matchen waar we het moeten doen, hè, bijvoorbeeld tegen Kortrijk, dat wordt ook moeilijk. Hè. We komen dan ook in een slechte situatie terecht. Oké, we maken het goed op het einde, maar ik vind ook dat we een beetje karakter missen in de ploeg. En het ding is, het is geen schande om de bekerfinale tegen dit Gent te verliezen, omdat dat misschien wel in de vorm waarin ze zijn, de beste ploeg van België is. Ja. Maar dat waren ze niet. Dat maakt het zuur. Dat waren ze in de finale niet. Ze waren ook niet goed, eigenlijk. Nee. En we hebben momentum gepakt. En we hebben lang momentum gehad. Maar we hebben daar niks uit gecreëerd. En dat doet wel pijn. Ja. Ja, klopt. En jij zo? Ik ga u volgen. Ja. Helemaal, 100%. Ik zie ons eerlijk gezegd niet hoger raken dan 3. Ook al hoop ik daar ten stelligste op, Sam. Ja, maar ik doe wel vaker domme van uitspraken. Dus, ja. Dat doe ik niet meer. Dat doe ik niet meer. Of een dom is, dat ze de achteraf. Dat is altijd hetzelfde. We eindigen nog wel graag eens een keer met een name drop, een afsluitend rubriekje waarin we je vragen om één naam te droppen. Ziet je dat zitten? Die hebben nu een uitspraak, jij dropt een naam. Van wie die gezegd heeft? Nee, van wie dat jij daarbij vindt passen. Oké. Okay. Zal ik aftrappen? Ja, doe maar. Welke van deze jongens zien we na Qatar terug bij de Rode Duivels? Delcroix, Cobalt of geen van beiden? In de basis? Bij de Rode Duivels. Delcroix dan. Bij de Rode Duivels sowieso. Ja. Ja, ja. En in de basis? Als dat fit blijft. Moeilijk. Moeilijk, hè? Moeilijk. Ja. En Sibbe van der Leyen? Ook moeilijk. Ook moeilijk. Voor wie maar het van wordt de... wel echt dun gezaaid, hè. Ja. Voor wie van de huidige huurlingen mag RSCA straks eens diep in de buidel tasten en een financieel risicootje nemen? Kwame Zirikzee of Magalan, we hebben daar al een beetje op geantwoord, dus je kunt het nog even... Ja, toch Zirikzee. Bevestigen, Zirikzee. Ja. Voilà. Maar dan moet de rest echt beter worden. Ja. Dat we echt een vette Zirikzee gaan zien. Ja, maar dan kun je niet te diep gaan in de budgetten. Dat weet ik. Dat doe ik niet voor de Magalan, Sam. Wel niks tegen Magalan. Ik vind dat hij veel beter was dan ik had gedacht dat hij ging zijn. Maar ook niks voor. Laten we het daar.
Nee, daar ga ik niet van het tijd aan komen. Nee. En wie is voor u de revelatie van RSCA seizoen 21-22? Revelatie? Ja. Gomez vind ik raar om te zeggen als revelatie. Waarom? Terwijl we die niet kenden, voor die natuurlijk. Hè. Ja, als je voetbalmanager speelt, kent je die. Ja, maar op de backlinks? Nee, oké, okay, nee, klopt. Want Sofie kwam thuis en die zei, die voor de bak links gekocht. Ik zeg, maar nee, je zegt mis. Ja. Nee, ik meen dat. Ik zeg, maar nee, ja, Sof, ik ga er trouwens niet eens over discussiëren. Je zei mis. Ik heb die nog voetbalmanager, ik heb die ook al bij Anderlecht gekocht en zo. Die, dat is een tien, dat is links voor, maar dat is geen linksbak. En dan die eerste match spelen daar, dus oké, okay, op de link, ja, juist, ja, juist. En anders misschien zelfs als je meer wil. Ja. Ja. En jij, Joff? Revelatie van dit jaar? Ja, ik ben benieuwd. Nee, ja, ik ga voor Gomez voor de reden dat ik hier ja sta. Ik was ook de eerste die zei in het begin van het jaar een jeugdproduct, offensief jeugdproduct van Barcelona, die zoveel in de voeten heeft, even op de backlinks gaan plaatsen. Wat doe je weer? Uiteindelijk, het is zo uitgedraaid dat hij een van de beste backlinks van het land is gewoon, en dat hij ja, heel waarschijnlijk in de kijkers heeft gespeeld van veel Spaanse ploegen. Dus. Ik volg jullie, ik ga gewoon nog één droppen, omdat ik vind dat hij het verdient en dat ze kunnen. Zo. Omdat hem van waar dat hij komt. En nou, komt hij van zo diep? Vind ik niet. De dragende speler die hij geworden is, wat toch ook niet 100% van hem werd verwacht in het begin. Het was meer zo'n beetje een speler die in de breedte werd gekocht en die je nu eigenlijk kunnen nog wegdenken in de ploeg. Zet daar Olsen of Achimero en het komt niet goed. Nee, maar zet Kanaan Achimero. Ik vind om dragende speler te zijn, moet hem nog beter kunnen. Mm-hmm. Maar goed, maar, in 2022 heeft hem toch getoond dat hem daar het spel maar meegetrokken. Dat vond ik persoonlijk. Ik had de statistieken, ik had de statistieken opgezocht. Er hebben maar 4 veldspelers alle wedstrijden gespeeld. Cullen, Gomez, Kayembe en Ito van Genk. Al 34. En Cullen heeft 3038 minuten gespeeld. En de enige minuut die hij gemist was op zijn invalbeurt op Beschot. Toen hij in de 68e minuut wordt gewisseld. Dus er wordt op hem gerekend in dit RSCA. Dat is denk ik nog voor Zirkzee. Ja, maar dat kan dan niet kunnen op zijn recentblad. Dat is een non-statistiek toch? Hoeveel iemand gespeeld heeft. Het geeft wel iets aan van... Het vertrouwen van de coach geven dan. We hebben de voorlaatste spelers, stonden we niet in de top 4. Nee, dat is waar. Ja. Ik denk ook dat het maar veel heeft. Sowieso, mijn rapport, plus of min, is sowieso plus voor hem. Hè. Ja. Sowieso, en hij wordt ondergeschat door de fans of de volgers van andere ploegen. Die hebben niet door hoe belangrijk hij is. Maar ik denk ook dat het feit is... Ik heb niet speler van het seizoen of top 3 van speler van het seizoen. Het feit is het type speler dat naast hem speelt. Hm. Er is maar één type speler zoals hem en meerdere type spelers zoals er naast hem lopen. Marco Cana, Chimero en Olsen zijn zo'n beetje dezelfde type spelers. Hè. Ja... Ik zou Kana op zijn positie durven zetten, maar... Ja, oké, okay, maar hij is minder brekend dan Cullen. Ja. En dat is eigenlijk waarvoor dat hem eigenlijk alle matchen meedoet. Volgens mij... Ja, en waarom dat ik hem zo, belangrijk maak, maar ik ben misschien aan het overdrijven, is omdat ik vind dat hij heeft zoveel druk weggehaald op onze verdediging, die het zo moeilijk had met die dieptepasses. En als er één is die snedige passes eruit heeft gehaald... Binnen de mate van het mogelijke. Ja. Dat was het bij. En als ik dan denk, zit daar een ander. Als we hem niet zouden hebben, welke andere speler hebben we om daar op die positie te droppen die passinglijnen kan kutten? Dat is ziek. Ja, maar goed, maar ik spreek er niet over. Ja, nee. In die zin, dat compagnie er duidelijk niet in geloofde of met een zijproject bezig was. Dus ik denk dat hij heel boos was en gefixeerd was op zijn gebrek aan concentratie in 90 minuten. Ik vind wel dat de barometer voor het woordje Kana bij Sam heel hoog nog, staat. Nog meer dan primeur. Ik kan dan een keer turken, denk ik. Revelatie van de Jupiler Pro League aan 21-22. Goh. Ja, zo Undaf eigenlijk dan, maar... Ja, natuurlijk. Nielsen? Ik vind het revelatie misschien Nielsen. Ik vind Undaf is toch... Ja, maar ja, die heeft al getekend bij een Premier League ploeg voor 8 miljoen. Ja, oké, maar ik had verwacht... Dat eigenlijk niet, dat maakt niet uit voor Revelatie. Nee, want dat was een speler die niet altijd basis was in tweede klasse, hè,
Ik vind ook niet dat je de revelatie zet omdat je een keiveel statistieken, maar is wel dragend geweest. Ja, is heel belangrijk geweest. Hè? Ik moet voor 90 minutes zo dat team opstellen dat je maar één speler per ploeg pakt. En dan kijk je wel naar veel van die dingen. Ik vind die Keita sowieso, ja. Hotic, ook onderschat. Mercier bij Leuven. Mercier, maar ik moet misschien mijn Keita pakken. Tissou Dali wel echt nog beter dan ik had verwacht. Je verwacht van Tissou Dali zeker een degelijk niveau, maar ik vind hem bij de betere horen. Eigenlijk was hem in de bekerfinale bijvoorbeeld echt niet zo goed. Ook veel naar beneden en zo, was eigenlijk niet zo goed. Fysiek ook uitgeput op de druk. Maar ja, dat was heel Gent. Ja. Ik weet niet wat er daar op die bus gebeurd is. Ze waren soms met drie spelers op grond. Die waren al 420 aan het vieren. Misschien een verkeerde tactiek gelezen, tijdrekken van minuut 1. Ja. En welke spelers gaat er... Oh, en jullie? Wie zeggen jullie? Revelatie, Gibraltar Poli? Jij zei ook... Ja, ik ben akkoord met Undaf. Ik had die jongen niet verwacht. Ik had Union niet verwacht. Dus, en die jongen die daar de goal maakt, nog zeker minder dan. Ja, ik vind een sokkie... Nee. Nee, ik volg Nielsen nog weer. Ja. Maar kijk, je kunt bepaald zijn en bepaald zijn. Je kunt keiveel goals maken en een aanval draaien. Maar je kunt voor mij iemand die een ploeg doet draaien, dat is nog iets anders. Ja. Nielsen heeft dat wel gedaan. Ja. Dus hij heeft wel iets evenveel voor mij katalysator van het succes van Union dan Unda. Welke speler zie je straks ontploffen tijdens de play-offs? Moet je een andere speler zijn? Ja, maar ik ga toch een andere speler kiezen dan, in principe. Kana. Nee, want hij gaat hem niet zetten, denk ik. Elatje. Oh ja, dat denk ik dan ook. Ja, het zou goed kunnen. Laat ons hopen dat zijn eigenlijk echt zeer matige goal tegen Kortrijk. Want laat ons dat niet wel doen. De goal is redelijk vrij, het trapt hem recht naar voren waar het niet mag trappen. En dan de rebound nog. Maar dat heb je soms nodig, dat geloof ik. Ik heb Dries zoveel van zo'n goalen zien maken. En die trapt gewoon op goal en dat gaat binnen. Dat soms heb je dat nodig. Ik vind dat minder erg dan Kouamé, die daar nog 7 keer twijfelt van zou ik er pas geven of zou ik hier gewoon knallen. Welke speech gaat daar twijfelen? Toen, als ze die bal achteruit legt, ik was in de WhatsApp-groep weer volledig fandom. Oh, Guti Benzema. Dus dan ene reageerde die gif en dan doe nee, oké, sorry. Totaal niet Guti Benzema. Hoe ging dat filmpje weer? Nee, dat is toch anders. Nee, maar dus ik zeg El Hadj, kom op. 4 assists en 2 doelpunten in de playoffs. Let's go. Hadden dat ze beter ook tweeten? Nee, want dan gebeurt het niet. Ja, ik zei ook El Hadj. Voor mij El Hadj. Ik hoop het ook. Ja, we hopen erop, inderdaad. Maar ik denk dat we hem gaan brengen. Ja, het zou ook. Tuurlijk, Revijlof is niet meer Revijlof. Nee, inderdaad. In december inderdaad. En hij zal ook punten zijn verloren tijdens zijn finale, denk ik. Ja. Revijlof. Dus ik denk ook dat Letch zijn kans gaat komen. En als hem nu zijn kilootjes van de zomer nog niet kwijt is, dan weet ik het ook niet meer. Hè? Inderdaad. We zien we straks zeker nog terug als speler van RSA. Ik heb daar straks al een hint gegeven, maar... Praat Mertens of Lukaku? Ah, Lukaku, ja, sowieso. Hè. Ik denk op lange termijn zeker en vast. Lukaku is een bijna zekerheid, denk ik. De meeste kans. Ik weet dat Dennis met het vorige bestuur wel echt zo gedegoteerd was van Anderlecht. Maar ik heb wel ook het gevoel dat die wonde echt wel aan het helen is. We hebben dat bij u ontdekt, in het midden, dat hem is toch? Ik heb het los daarvan ook, ja. Maar dat heeft, je moet ook wel niet vergeten, er is wel echt zwaar met die jongen zijn voeten gespeeld. Er zijn afspraken gemaakt. Hij had een andere stap kunnen zetten als hij het wel met de makelaar, de bevriende makelaar, had gedaan. Hij heeft dat niet gedaan. Dan is een belofte gemaakt, je mag volgend jaar voor die prijs weg. Zijn er 2, 3 ploegen die prijs geven, mag hij toch niet vertrekken omdat de commissie zo'n dingen... Ja, je speelt wel met een jongen zijn leven. Een jongen die hier onze 3 titels in zijn eerste 3 jaar gaf. Een gouden schoen won en dingen die ook wou verzilveren. Ja... Ik snap dat je dan wel echt denkt, oh wel jongens, oké. Het is geven en nemen, en gaat me dat moeten geven, maar ik denk dat hij snapt dat dat nu achter de rug is. Dat is een ander club is geworden eigenlijk. Ja, en ik zie Dries nooit in België voetballen. Nee, dus nee, daarom... dat ook. Maar zie je Dries in het voetbal blijven? Ja. Ja, toch? Zie je daar een trainer in? Nee. Nee, ja. Een scout of zoiets? In nee, misschien... Ja. Nee, ik zie hem eerder zo makelaar, technisch directeur of zo jeugdopleiding... Dat zie ik hem wel doen, maar trainer, nee. Dat is, die gaan niet meer zwart willen werken, denk ik. Nee, maar ik dacht, jeugdtrainer. Ah, okay, ja. De jeugdtrainer kan. Ja, maar die gaan niet meer zo hard spotlights en willen werken, denk ik. Na nou, zo'n dingen. Gaat hem ook niet meer moeten doen. Wordt Italië zijn laatste bestemming? Of... Nee. Zie je hem nog... Denkt hij nog wel
ga proberen nog lang te shotten. De zonbak, dat denk ik niet eigenlijk. Het is een avontuur, je weet nooit. Ja, oké. Okay. Dat was een scoop, denk ik, om mij af te sluiten. Dries Mertens tekent bij Quickstep. Voilà, ik denk dat we er zijn. Ja. Geoffrey, ik wil u van harte bedanken om mijn compaan te zijn vandaag. Zo zit het ook. Maar ik wil vooral onze gast van vandaag bedanken. Onze allereerste gast van Movecast. Bedankt, Sam. Het is wel een eer om de eerste gast te mogen zijn. Ja, we wilden niemand op. Dikke merci. En de tweede is? Baart. Ja. Van de futsal. Ja. Futsal. Dus nog een scoop. Ik denk een scoop. Straks moeten we toch een keer gaan zien aan hoeveel dat we gekomen zijn uiteindelijk. Ja, ik zal tellen, zoals Vince zei, bij Sam de Jonge. Ja, voilà, heel goed. En volgende week de andere legend die in Mid komt is tuut. Voilà. Voilà. Gaan we misschien nog een echte beep onderzetten, of niet? We zien het. Ik denk het wel gaat doen. nu ben ik toch terug aan het twijfelen. Goed. En het is niet Daniel Zikke. Het is wel Peers, man. Shit, en dat zijn een eigen rubriek in onze podcast. Dat was wat een diep. Goed. Sam, bedankt. Graag gedaan. Jill, bedankt. Gentlemen, tot binnenkort. En vergeet ons niet van ons te volgen op onze Twitter-kanalen, op onze Instagram-kanalen. Movecast kunt je overal volgen. Volg gerust ook onze collega's van Anderlecht Online, de website, waar dat je op de hoogte kunt blijven van alle nieuwtjes. Zeker en vast ook de nieuwtjes die omtrent de jeugd van Anderlecht gaan. En bezoek en passant ook misschien eens even Sporting Anderlecht op Twitter. Tof kanaal van onze nieuwe co-compaan Phil. Ik ben nu aan het wijzen naar iemand die niet in beeld zit. Wel, ik ga het nog eens doen. Dus bij deze een shout-out naar hun ook. En voor degenen die tweetalig zijn, de Franstalige podcaster moet je zeker ook bij zijn. Ja, en even eventjes ook melden RSA Addict, die een heel goede Instagram-pagina is. Tal van statistieken. Voilà. Hij is heel dicht. Staat er ook nog bij zijn. For the record. Dankjewel. En tot binnenkort. En met.